Is het even live linkje tweeten? Doe jij even live linkje tweeten? Dan zeg ik alvast tegen mensen dat we live zijn. Maar doe jij even live linkje tweeten? Heb ik gedaan. Oké, voordat ik naar de gast ga, Pieter Kuipers en Freek Jansen, wil ik even 1 seconde stilstaan bij een triest moment. Ja, Maurits Horst. Superstagiair Maurits Horst is vandaag gezakt voor zijn theorie-examen. Maurits, wat gaat er door je heen, jongen? Kort en bondig, hè? We zijn internet. Maar toen ik hier kwam en ik zag Jordi, dan moest ik denken aan Twente Ajax, toen werd ik toch wel weer blij. Ja, want laten we daar even over. Twente Ajax, je zou hier met een Twente shirt zitten. Ja, klopt. Nou ja, je weet, na het Feyenoord shirt debacle doe ik dat allemaal. Maar ja, ik ben het gewoon vergeten. Het spijt me. Ik weet niet hoe ik het goed moet maken. Ik zal misschien zo meteen een fotootje naar Maurits appen dat ik hem aan heb. Ik heb natuurlijk een shirt van NSU Nol. Zwak, heel goed. Dan maar door met sterke mensen. Niks tegen ten nadele hoor, maar dit is wel goed. Freek Jansen, Voetbal International en Pieter Kuipers, Triple Double. Welkom. Zijn jullie ook een beetje in de kerstsfeer? Of Zeker. Zijn jullie door deze fantastische inrichting, door Yannick Mulder en Joris Boerhoff hier neergehangen? Ja, sfeer voor nieuw. Ik dacht al dat jij dat zelf niet zou hebben gedaan, maar je geeft het toch gelijk toe dat je het zelf niet hebt gedaan. Ja, ik vind er zit daar iemand weer... Oh, sorry, stel jij mij ook even voor. We hebben ook nog een gast daar op de bank zitten. Jan Bartink. Het loopt te gniffelen daar. Van Radio 1, de dataman. Ik ben het allemaal. Ja, van Radio 1, deze week ook een VI, hè? Ja. Wat? Je vindt mij overal. Zijn bijdrage ook. In VI? Met naam? Nou, dat was voor de verkoop niet zo goed. Nee, dat... Met foto. Opta stond erbij, hè. Opta. De cijfers van Lucas Siem de Jong heeft Jan voor gezorgd. Maar Coltra kan weer helemaal, hè? Of niet? Maar dat kan al 10 jaar. Nee, toch? Zeker. Nou, in ieder geval, in Alphen aan de Rijn kon het 10 jaar geleden ook al. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Nee, ik vind het leuk. Oké, okay. Je kan het trouwens goed maken voor de Beautiful Game om binnenkort hier met een fanner-shirt te zitten. Dat gaat niet. Nee. Oh, oké. Okay. Nou, volgende. Nou, er komen heel veel vragen al binnen. Nu al? Jeetje, man. Ja, dan kan je zien als we een keer echt voetbalinhoudelijke mensen uitnodigen. Zoals Ronald Jager. Wie je nou de afgelopen weken nu schoffeert? We hebben toch altijd voetbalinhoudelijke mensen? Ja, er is mensen. Natuurlijk altijd wel gezeur over onze gasten. We zitten hier met 3 ex-profvoetballers. Dus ja, die moeten wel iets over voetbal beginnen. Allereerste vraag. Jeroen Soet. Jij bent groot fan van Jeroen Soet. Ik vind dat hij al jaren onder lat moet staan. In oranje, toch? Nee, hoe heb ik dat gezegd? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Hoor. Nee, joh, even een. Jeroen Soet, prima. Sowieso een hele leuke gozer. Maar ja, goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Er zijn er meer. Maar nou ja, ook wel. Ik vond hem in dat seizoen toen PSV de. Wat was het? Ja, Champions League. Toen had hij echt een supergoed jaar. Mm-hmm. Vorig jaar minder jaar. Nu, ik moet ze wel zeggen, de laatste maanden vind ik wel weer sterk keeper. Alleen die discussie, ja, Excelsior vind ik ook gewoon een prima keeper. Ja. Ik denk dat het bij keepers niet zoveel uitmaakt, wedstrijdritme, toch? Vind je wel? Nee, denk ik niet. Nee? Ik vind dat bij veldspelers meer dan bij keepers. Kunnen keepers ook goede trainers worden? Zo. Pieter? Ja, daar twijfel ik over. Want het gerucht gaat Fred Grim naar Sportclub Cambuur. Oh ja, dat gerucht. Daar hoef je toch geen goede trainer voor te zijn om Cambuur te leiden? Nou, ho. Wat? Ja, vind je dat? Nou ja, Rob Maas is de trainer geweest, dus in principe kijken ze niet per se naar kwaliteit. Maar... Naar Rob Maas is alles goed natuurlijk. Dit is toch helemaal geen conclusie te trekken in de zin van... Er zijn weinig keepers. Ja, hij is trouwens, volgens mij is hij bij Almere City heeft hij het hartstikke goed gedaan. Heeft heel goed gedaan. Heeft hij het voorwerk gedaan. Jong Oranje deed het ook goed, toch? Ja. Dus ja, het kan maar waar is hij goed in? Want dat ontbreekt volgens mij altijd bij, ja, precies, bij een keeper en ook bij ik ben verdediger geweest. Ik denk toch te verdedigend altijd. En dan ontbreekt er iets in je spel. Of je moet een goede assistent naast je hebben. Of je, ja, weet ik veel. Maar is dat ontbreekt veel, vaak veel wel bij keepers. Dat is een veel gehoord argument volgens mij. Maar ja, is dat zo? Ja, dat is 100%. Ja? Okay. Jullie hebben een goede keeper gehad als trainer. Preudon. Ja. Toch? Ja, hij won de Johan Cruijffschaal en de beker. En is toen voor het geld gegaan. Dus dit zit nog altijd een beetje diep. De 2 na beste trainer ooit van Turkije is de keeper. De huidige trainer van Beşiktaş. Şenol Güneş. En er is iemand record die met promoveren van de eerste divisie naar de eredivisie. En dat is ook een ex-keeper. Zo. Hans de Koning. Hé, hey, goed. Nee. Frans Curver. Oeh, maar op zich Hans kon het best wel goed raden. Zonder dat dacht ik zo. Maar ja, dat is Curve. Nee, nou, maakt weinig indruk. Waar zagen wij de Hans Koning zagen we deze week voorbij komen, toch? In de Super League weekoverzicht, toch, Jan? Dat hij het moest gaan redden volgens onze Lars. Ja, Lars heeft nu trouwens iets veel leuker. Dat is namelijk nu aan de gang.
Nu? Binnen nu en 5 minuten staat er op onze website een stuk van Lars over Jan van Sta. De interimman bij Go Ahead. Ja. En Lars heeft het Jan van Sta effect beschreven. Nou, eerst natuurlijk even vrijdagmiddagborrel kijken, maar daarna echt gelijk naar www.sfafkikken.com om dat te lezen. Echt top. Oké. Wil ik even pluggen. Waarom zijn ze eigenlijk bij Jan van Sta uitgekomen, denk je? Dat vertelt Lars niet. Geen idee. Kan ik je vertellen? Vertel. Jan van Sta die heeft in een eerder stadium ook al voor Go Ahead gewerkt. En heeft goede banden met de voorzitter, geloof ik. Maar wat is in een eerder stadium? Ik denk, voordat hij bij Twente aan het roer kwam, dat was in 2006, dus 10 jaar geleden. Oké. Maar het wel een onmerkelijke keus, toch? Ja, maar het is maar voor een half jaar. Ja, maar dat vond ik ook wel. Waarom zullen clubs dat ooit doen, zeg maar? Dat ze bijvoorbeeld al zeggen, ja, dit is gewoon een interim, man. Waarom, als er nu iemand goed is... Het heeft ook niet zoveel consequenties, toch? Het is een beetje het opportunisme van het voetbal. Want als hij zo meteen zijn wedstrijd wint, dan tekent hij bij en dan blijft hij de trainer. Of dat nou altijd... Dus het maakt eigenlijk niet uit wat er gezegd wordt? Nee, het maakt ook niet zoveel... Want, ja, nee, het werkt alleen de andere kant op. Als je als interim aanblijft, omdat je succesvol bent geweest, er is niemand die wat van zegt. Wat, en wat het is ik niet veilig. Begrijp in de Jupiler League, is dat een Jupiler League club niet gewoon over een hele andere boeg gooit en gewoon eens aan de slag gaat met iemand van 28. Of is echt, en dan bedoel ik niet Micheland alleen maar data, maar gewoon is echt met een talent, met een ander verhaal dan Jan van Staes en noem maar op. Nee, maar dat ben ik met je. Maar het hoeft niet met leeftijd te maken. Er is nu een trainer van me van Eindhoven dit jaar, komt vanuit het amateurvoetbal. Heeft voor mij, misschien stel ik nu heel enorm teleur, geen ervaring. Heeft geen ervaring als speler in het betaald voetbal, toch? Wilfried van Leeuwen? Nee, maar heeft wel met leeftijd te maken, omdat je gewoon nu met een nieuwe generatie zit. Nee, maar ik vond en dat, hij, laat ik dat vooropstellen, dat ik dat al een hele stap vond, zeg maar. Dat ze nu een keer voor iemand kiezen die dus niet binnen de bubbel van vriendjespolitiek en je bent ooit oud profvoetballer geweest, dan zou je ook een goede trainer zijn en zo. Dat zij nu voor een goede amateur trainer kiezen, die het goed heeft gedaan. Dit heb je al vaker gehad, hè? Hij was ook assistent bij ADO, is hij ook geweest en zo. Dus ja, maar hij is nooit, zeg maar... in de profvoetbal de lijntjes. Precies, en dit is wel vaker gebeurd. William Vloed, Wisman, Wotte, volgens mij ook zelfs. Die kwamen allemaal van... Ja. Waren heel succesvol in het amateurvoetbal. Ja. En, maar echt, weet je, wat heb je te verliezen als zijnde iemand die altijd rond de 13e, 14e plaats bengelt? En dat je echt gaat nadenken over hoe gaan we het rigoureus anders gooien. Als je selectie gemiddelde leeftijd heeft 20,8. Waarom zou je dan een gast van 60 er tegenover zetten? Maar die namen die je net noemt, die hebben dus dan geen topprof verleden. En die komen uit het amateurvoetbal. Dan, dat is dan toch al die stap wat jij wil? Of moet het echt gewoon puur jonger? Nee, inderdaad. Ik zou echt deze voor, tijd bedoel ja, precies. Ja, ja. Omdat die leeftijd zo jong is. En je daar gewoon niet één generatie tussen zet. Maar soms wel 2, 3 generaties tussen zet. Ja. En je hebt niets te verliezen, waarom ga je niet gokken op dat supertalent? En sta je erom bekend? Maar hoe kom je achter hoe goed zo'n supertalent is? Dat is inderdaad gokken. Of, maar je voelt toch ergens wel aan iemand die op zijn 24 een knieblessure heeft gehad. Die nu bij Liverpool, die bij club zit. Die Nederlander. Pepijn Leinders. Ja, die is op een gegeven moment zijn heil in het buitenland gaan zoeken. Ja. Wat als FC Den Bosch hem op zijn 28e een baan had geboden? Had hij daarvoor gekozen of voor een tweede elftal assistentcoach in Duitsland? Ja. Ja, dat is lastig, ja. Ja, even ik snap wat je bedoelt, maar ja. Uiteindelijk moet het ook niet doorstaan. De kwaliteit moet leidend zijn. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook gasten maar van 45 of 50 die eigenlijk nog heel jong tussen de groep staan. Ja. En je hebt gasten van 45, 50 die, snap je, die klik... Nee, maar het gaat niet zozeer over wel of niet tussen een groep staan. Het gaat erover gewoon een generatie snappen. Ja. En iets nieuws kunnen brengen in een voetbalclub. Je kunt er niet hetzelfde blijven doen. Nee, maar dat ben ik wel eens. En dat is wat gewoon in iemand van begin 30 of misschien wel eind 20 met zich meebrengt. Ja, maar jij bent er dagelijks mee bezig. Je bent zelf trainer. Nee, maar het is een derde klasse. En dat, ja, maar ik ook een beetje wat moderne dingen erin toe. Ja, absoluut. Ja. Maar is het meer dat jij soms denkt, jij ziet zoveel trainers, je ziet zoveel mensen aan het werk, dat je denkt, ja, sorry hoor, maar dit kan ik ook? Nou... Niet dat zo meteen de kop staat, Jans is klaar voor een Eredivisie club, maar... Nee, ik snap wel een beetje wat je bedoelt. Nou ja, ik vind vooral in het amateurvoetbal, maar ik denk het verschil tussen amateurvoetbal en profvoetbal. Profvoetbal is natuurlijk echt je werk elke dag. Maar bezig, daar komt er meer bij kijken met amateurvoetbal. Amateurvoetbal, dat wordt een beetje overschat. Ik denk dat vooral zal ik eens een buitenstelling belangrijk doen? Is dat je gewoon de sfeer goed houdt. Ja. En als spelers die hun voetbal als hobby hebben, die moeten vooral plezier hebben. En jij moet zorgen dat je hier en daar wat dingen aangeeft, waardoor ze beter kunnen spelen, maar vooral plezier kunnen hebben. En in het amateurvoetbal kom je wel heel veel trainers tegen die het als zien als hogere wiskunde. En daar moet je altijd een beetje om lachen. Maar jij wilt een bold statement? Ik denk serieus dat ik dat zou kunnen.
Wat? Eredivisie trainer? Ja. Zo. Ik zeg toch dat ik een bouwt stelling nu. Maar waarom? Nee, maar ja, gewoon omdat je, ik volgens mij iets heb wat, dat ik volgens mij begrijp wat een groep zou moeten kunnen en hoe een team werkt en hoe een organisatie werkt. En voetbalverstand heb ik ook denk ik wel een beetje, maar dat kun je inkopen. Ja. En dat ontbreekt er gewoon echt aan zoveel mensen. Überhaupt mensen die kunnen communiceren in de voetballerij. Trainers. Echt, sorry hoor, maar het niveau is... Nee, maar en dat is niet alleen in Nederland hoor, maar dat is overal. Ja. Dat is echt verschrikkelijk. Dat je gewoon wat er voor de groep staat soms. Dat is echt om te janken. En dat verbaast me het meest. En dat bedoel ik met een intelligente gast van 28 aan. Dan moet je teruggaan naar de oorzaak daarvan. En dat is de trainersopleiding natuurlijk. Kijk, het is ook wel zo, door dat hele wat door de KNVB allemaal geregeld wordt met TC3, ja. TC2, TC1. Ja, eens, helemaal eens. Je wordt allemaal, laat maar zeggen, in een ton gegooid. En je wordt, laat maar zeggen, bijna... Gebrainwashed. Ja, gebrainwashed. Je wordt allemaal volgens de vaste regeltjes. En dan kom je eruit en dan heb je allemaal dezelfde soort trainers. Terwijl ik vind gewoon dat hele licentiesysteem echt gewoon totale bullshit. Ik vind eigenlijk gewoon, maar het moet helemaal niet uitmaken of je papier hebt of niet. Het gaat erom dat je kunt ook op je eigen manier een goede trainer zijn. Ja. Ja. Dus ik vind dat helemaal, want die weg daar naartoe is al zo lang. En ik zag toevallig, wie was dat laatst in de uitzending? Sjaak Polak? Volgens mij zat hij bij voetbal Zuid dat hij financieel niet voor elkaar kreeg om TC1 te gaan doen of zo. Ja. Weet je, misschien is dat wel een hele goede trainer en dan mag zoiets natuurlijk geen rol spelen. Nee. Dus ik vind dat, ja, ik zou bijna zeggen, laat gewoon dat hele licentiesysteem zitten. Het is aan de club zelf wie ze voor de groep zetten en dan hoef je niet papieren te hebben. Wie gaat dat doorbreken? Overigens werd wel geopperd, Leinders, coach voor Liverpool, kreeg wel de kans om bij Goat Eagles hoofdtrainer te worden. Maar coach voor om bij Liverpool gewoon de tweede man te spelen. Nee, maar Leinders 8 jaar terug, hè? Ja. Nee, nu begrijp ik wel waarom je bij Liverpool de lijn van 10 jaar terug, was die al zo ver zoals die nu is, zeg maar. Nee, dat moet je zo ver zijn om Den Bosch te trainen? Nou ja, volgens Pieter is dat... Jij zou nu ook Den Bosch kunnen trainen. Zeg maar. Ja, nee, het is echt wel een buitenstelling. Ik bedoel, ik geef mezelf te veel eer, maar het gaat... In het teamproces gaat het om jonge mensen. Jonge mensen die hele andere problemen hebben dan alleen maar voetbal. Het gaat over communicatie richting alle stakeholders. Daar zit veel meer een vak dan maar wat er op het veld eigenlijk gebeurt. En dat wil niet zeggen dat ondergeschikt is of dat je in een wedstrijd nog invloed hebt of bepaalde dingen kan zien. Een goed voorbeeld was Anton Jansen, dat was mijn trainer bij Gemert. Die liet mij gewoon echt nog beter voetballen. Door gewoon te zeggen, je moet 2 meter achteruit. Omdat hij echt het spelletje begreep. Veel meer dan ik. Dus ik zeg niet dat trainer geen voetbalvak is. Nee. Maar er komt zoveel meer bij kijken. Je bent gewoon een organisatie. En daar zijn oud-voetballers niet altijd gewoon voor in de wieg gelegd. Nee, oké, we moeten de club dan niet gewoon Pieter Kuipers erbij nemen voor de randzaken. En gewoon een trainer als trainer. In plaats van het scenario dat je trainer bent. Zouden ze in principe... Nee, maar, daar hebben ze financiële middelen niet voor. Om jou binnen te halen. Ik ben de beste trainer en ik ga te betalen. Nee, dat is onzin. Maar Den Bosch nu denkt, hij heeft ons overtuigd, we bellen. En dat zegt, maar dat is niet te betalen. Nee. Oh, ja, oké, weer telefoon. Nee, maar je kunt niet een technische staf hebben van 7 man. Ze kunnen niet eens een fysio betalen, bij wijze van. Dus ze moeten wel 1 persoon hebben. Ja. En daar wringt hij natuurlijk. Ja. En niet op mijn salaris, hoor. Nee. Dat is niet zoveel. Werken andere landen ook met zo'n systeem omtrent trainers? Hoe zit het in Turkije? Moet je dan ook TC3, TC2, TC1? Ik weet niet of het drie verschillende takken zijn, maar je hebt wel je papieren nodig. Ja, nou, wel sneller. Maar in het buitenland kun je, want je hebt best wel wat Nederlands die... Nou, in het buitenland, naar Ierland, toch? Ja, nee, of naar het buitenland sowieso. Ja. Of andere landen om hem snel te halen. Ja. Dan is die geldig en dan ben je weer terug. Ja, dat is wel redelijk volgens mij universeel natuurlijk met UEFA. Maar je moet sowieso wel je papieren hebben. Maar wat we hier denken van... Nu komt Jan van Staan na een aantal jaar weer opduikelen, maar in Turkije, op het hoogste niveau, daar is het gewoon stuivertje. Er zijn echt gewoon trainers die zijn bij bijna alle clubs al gefaald uiteindelijk. Ze hebben wel een goede start gehad en dan mogen ze daar weer proberen en dan mogen ze daar weer proberen. En dat stopt niet. Er is een potje van 20 trainers in Turkije en die doen alles. Ik durf niet tegen jou te zeggen, maar Fatih Terim, dat is natuurlijk een behoorlijke legend voor jou, maar... Over 20 jaar bellen ze hem nog, sterker nog, over 60 jaar, als die dan niet meer is, bellen ze hem nog steeds. Ja, maar ja, dat is natuurlijk het horrorscenario, want zolang ik leef, heeft niemand anders dan hem het fatsoenlijk gedaan bij Galatasaray. Dus ik... Ja, maar ligt dat aan hem? Nee, natuurlijk ligt dat niet aan hem, dat ligt aan die club. En omdat zij niet verder kijken dan de neus lang is, en op het moment dat ze een buitenlander aanstellen met een goed verhaal, dat ze die niet de ruimte geven om dat daadwerkelijk te doen. Nou ja, Jan Olderiekening is de laatste geweest.
vanuit Nederland. Die moest daar de jeugdopleiding op gaan zetten. Die werd 2 maanden later in zijn kraag gevat of hij het eerste wilde doen. Ja. En 6 maanden later ontslagen. Ja, zo gaat dat. Dus er komt nooit iemand die genoeg tijd heeft om een jeugdopleiding daarop te zetten. Maar er wordt hier, Tom Drupper zegt in de chat, papieren tonen aan dat je in staat bent, hè, als je TC3 of TC2 of TC1 had, om op de KNVB-manier naar voetbal te kijken. Tuurlijk niet heilig, maar je moet eruit pakken wat voor jou nuttig is en niet zomaar alles overnemen. Ja, daar ben ik wel mee eens. Ik dat bedoel, je neemt je als vak, als beroepsgroep natuurlijk wel serieus. Ja. De CBV heeft gewoon ook, de laatste jaren staat het wat meer onder druk, maar we hebben in Nederland natuurlijk gewoon altijd toptrainers voorgebracht. Ja. En dat doe je ook wel samen en dat doe je ook wel door te investeren in opleiding. Ja, en dat is niet alleen inderdaad verstand hebben van het spelletje, maar ook van periodisering van eigenlijk alles wat er omheen zit. Ja. Ben jij van plan om je diploma's dus te gaan halen? Het is wel een weg ernaartoe. Je moet wel iets hebben, maar hoe het nu is, hoe het nu is, vind ik totaal overdreven. Maar ben je van plan om wat te halen, je diploma's? Nee. Nee, nou ja, nee, omdat ik gewoon, mijn ambitie is dat ik, ambitie, ik heb sowieso geen ambities, maar laat me zeggen, ik heb... ambitieloze jongens. Trainen van LSV, daar vind ik ontzettend leuk. Ja. Ook omdat dat gewoon ook de manier is hoe wij met het amateurvoetbal omgaan, dat ik dat hartstikke leuk vind. Ja. En ik heb geen plannen om ooit bij een andere club trainer te zijn. Onder meer omdat ik ook gewoon die hele weg ernaartoe met al die papieren onzin vind. Maar stel dat dat er niet zo zou zijn? Dan zou ik mijn papieren gewoon wel halen. Maar ik haal nu mijn papieren niet, omdat ik kan nu al jarenlang op dit niveau gewoon prima trainen. Ja. En ja, ik zie daar geen reden om dat te gaan doen. Omdat ik word op dat vlak niet beter van. Omdat ik ook dingen heb in dat systeem. En ik ben wel eens bij die bijscholingen geweest en zo. Dus ik heb wel hier en daar wel wat mee gepakt. Maar zoals die methode Verheijen door de KNVB helemaal wordt omarmd. Ik ben ook wel zo'n lezer geweest van Verheijen. Dat vind ik dus iets wat gewoon de grootste onzin die er bestaat. En dan denk ik van ja, dat wordt dan helemaal erin gestopt. Terwijl ik denk van ja, er zijn volgens mij heel veel andere manieren. Maar wat is dan zo'n onzin, zeg maar? Van die methode Verheijen? Ja. Nou ja, ik denk dat en dat vond ik wel goed aan die call van de afgelopen week. Dat, wie zei het? Van Hanegem volgens mij, Verbeek. Van dat zijn manier, en jij hebt het misschien ook wel meegemaakt als voetballer. Van zijn manier, dat werd op een gegeven moment heilig overal. Ja, ik vind dat echt absoluut wel een oorzaak waarom het met het voetbal in Nederland zo snel achteruit is gegaan. Want de trainingsuren werden gewoon minder. En dan zeggen ze, je moet niet meer trainen, je moet beter trainen. Maar je trainde ook niet beter onder hem. Ik heb bij de Graafschap, die meegemaakt die verandering, daar heb ik jaren meegemaakt dat we niet volgens die regels trainen. En op een gegeven moment ging wel. Ja. Nou, dan werd bijna bij elke sprint die je trok, zaten ze van, dan moet je nu weer even rustig aan doen. Ja, dat werkt bij gasten die in ontwikkeling zijn, vond ik juist veel meer prettiger, van dat je wel af en toe gewoon hard en zwaar trainde en niet continu. Voor heel veel spelers, ik was ook een luie speler, en om maar alleen heel veel luie spelers, die vonden dat niets was relaxer dan die methode Verheijen. Want je rende 2 keer heen en weer en je kon weer lekker de hele dag uitrusten. Zie je een nieuw spel, jouw eigen spel dan terug? Nieuw, hele luie speler. Nee. Ben ik lui? Echt de absolute lui voetballer. Ik weet niet of Ebbing heeft zijn koptelefoon. Maar je moet nieuw Maxima gebruiken, hè? Dus nieuw. Ben je lui spelen? Dat kunnen jullie weten over de Pieter heeft nooit met mij gevoetbald, maar Ik ben naar jou toegereden. De voorbereiding. Ja. Ja, zolang hij in het seizoen rond de 10 vrije trappen inschiet, dan mag hij de rest lekker rustig uitrusten. Zoals VV Bas VV, maar dan, ja. Maar dan wat fitter. Oppassen, hè, vriend. Maar er kwamen net wat dingen voorbij. Over Verheijen. Verheijen nu ook, weet je, hij lag nu onder druk met Bos toch ook? Hoe Bos nu traint. Vanuit Duitsland is heel veel kritiek. Ja, dat daarop. Ja. Bos heeft echt gewoon een A-11-tal wat in de Lappenmand zit, al vanaf dat hij daar is. En dat zijn natuurlijk wel altijd van die dingen. Dat als dan een nieuwe trainer is en er zijn opeens heel veel blessures in zo'n ploeg, wat echt gewoon de 10 aantikt of soms wel overschrijdt. Ja, dan gaan mensen er terecht vraagtekens bij stellen. En ja, het stukje van of je hard moet trainen of intensiteit, of dat je dat moet meten. Ik vind dat op een of andere manier de allerbeste ter wereld. Die nemen nooit pauze. Dus zo kwalijk kan het niet zijn, denk ik, om hard je best te doen. Ik kijk elke week trouwens bij jullie altijd, hè, even promotie maar, vi.nl. Als we tijdens vrij miljoen leuke dingen. Ik was mijn laptop aan het opruimen en ik zag een foto voorbij komen van Willem van Beren. Is die er nog? Is hij van Beren? Nee? Oké.
Nou, hij is er nog wel. Ja, nee, oké, maar hij niet bij nooit meer voorbij komen. Dat waren mijn favoriete items, ja. Over waar de auto stond van Jamie Vardy. Ja, dat weet ik, omdat ik gekeken heel vaak meegespeeld. Er komen vragen binnen. Nieuwe hoofdredactie bij jullie? Feest op de redactie? Nee, nee, feest. Nee, maar dat is letterlijk wat twee mensen vragen. Aan insiders. Ja. Dankjewel. Nee, helemaal niet. Hoezo? Ja, nee, er is een nieuw overgang. Dus en daar is denk ik iedereen wel heel erg blij mee met die het nu doen. Ja. Heel erg blij mee. We hebben nu met Peter Werking en Taco van der Velde. Die pakken echt, laten we zeggen, het journalistieke deel. En Dennis van Luling met z'n drieën doen ze het. En nou ja, Peter en Taco, dat zijn echt, als je het hebt over echt het kloppend hart van VI, zijn die twee echt het kloppend hart van VI. Die zijn allebei al meer dan 25 jaar VI. Maar dan niet van... Vroeger was alles beter en de oude methode. Nee, dit zijn gasten die echt nog midden in het voetbal staan en ook jong kunnen denken, ook weten dat er YouTube-shows, noem maar op, dat zijn de eerste dingen. We hebben hier al gezeten voor in de toekomst samen dingen te gaan doen. Dat zijn gewoon, ja, maar wel echte VI-mensen. En daar was, zonder, laten we zeggen, de voorgangers van de afgelopen jaren tekort te doen, dat absoluut ook niet aan de orde. Alleen, ik denk wel dat op dit moment voor VI dit... deze twee echt goud zijn. Maar de laatste keer dat er rust was bij VI, was het onder Johan Derksen? Zijn het lijken zou op Johan Derksen? Het was aan de buitenkant rust. Nee, maar ja, of ja, dat weet je misschien. Toch? Nee, ja, nee, kijk, Johan was top voor VI. Gewoon echt top. Maar Johan was gewoon, als je het hebt over trainers. Kijk, in principe is de hoofdredacteur bij VI is gewoon een trainer. En, dus dat zou Pieter ook. Pieter zou hoofdredacteur kunnen worden voor Football International. Deze gaat er vaak terugkomen. Dat kunnen we niet betalen. Dat kunnen we niet betalen. Die wordt tegen me gebruikt. Die cijfers zijn geen geheim. Nee, maar om me aan te geven, dat is wel. Je bent de trainer bij VI. En bijvoorbeeld de laatste hoofdredacteur, Christian Ruzink. Ja. Die is meer binnengehaald als ware die technisch directeur zou zijn. Ik denk dat. Ja. Maar dat was. Men wilde eigenlijk een trainer. Dus vandaar dat gewoon aan beide kanten, verwachting, ambities, liep dat niet samen. Maar je bent gewoon als trainer bij VI als hoofdredacteur. En Johan was op dat eigenlijk al die jaren gewoon echt een uitstekende trainer. Want hij liet je vrij in het veld, je kon de verhalen maken. Hij stond voor je als het moest. Maar hij pakte je ook aan als je niet presteerde. En dat was heel lang natuurlijk eigenlijk super voor VI. Maar goed, kijk, op een gegeven moment, Johan ging ook richting zijn pensioen, dus die nam afscheid. Nou ja, en daarna is het natuurlijk gewoon heel wisselvallig geweest. En nu hebben we met Taco en Peter wel weer mensen, denk ik, die het VI-DNA hebben. En nou ja, die zijn niet hetzelfde als Johan, maar het zijn wel mensen die... de toekomst van VI ziet er eigenlijk nu met deze mensen wel heel goed uit. Remy zegt, jullie moeten uiteindelijk na twee wekelijks of maandelijks en volledig gaan voor online gedeelte. Ja. Wel, Remy, goed, dat moet ik niet. Benieuwd wat Pieter Kuipers van VI-model vindt. Nee, dat zou ik echt mijn boekje erbuiten gaan. Ik heb niet zoveel verstand van media. Nee, als liefhebber. Gewoon naar buiten. Je kent het blad, het is een weekblad in deze tijd. Ik kan me niet voorstellen dat een autoriteits-VI en de kwaliteit die ook gewoon nog echt in het blad is, dat is ontegenzeggelijk, dat voelen we allemaal, dat die in deze tijd niet kan blijven leven met een wekelijks blad en inderdaad online mogelijkheden die er zijn. Tuurlijk. En dan heb ik te weinig verstand van de organisatie en de kosten van die organisatie en het partnermodel en wie dat partnershipmodel doet. Want ik denk dat daar nog wel wat te winnen is, maar goed. Maar dat is overal. Wat bedoel je partnermodel? Ja. Nou, dat je, kijk, je mag, er is altijd veel wrijving van, we moeten niet te commercieel worden, hè, want we journalistieke vrijheid, dat soort zaken. En ik geloof heel erg sterk, en branded content is natuurlijk ook zo'n verschrikkelijk begrip inmiddels. Ja, nee, maar ik snap wel. Maar je kunt best wel wat meer commercieel ook vanuit jouw blad gaan denken en ook schrijven en misschien acties opzetten of differentiëren naar doelgroepen, zonder dat dat afbreuk doet aan een fantastisch artikel. En dus daar is nog wel misschien wel wat... Niet op de narco's. Werken jullie samen met Football International? We hebben echt een hele goede band. We hebben laatst shirt sponsor Inspiring samen gepresenteerd bij ons in Eindhoven. Wat, hebben alle... Ja, dat is eigenlijk best wel een leuk verhaal. Dat is niet zichtbaar voor de buitenkant, maar alle shirt sponsors in Nederland zijn uitgenodigd door VI. Nielsen, de onderzoeksbureau en Triple Double. En die hebben, het is eigenlijk een intern feestje waar ze aan elkaar cases presenteren, waar ze elkaar leren kennen. VI faciliteert dat. Er is ook een VI-uitgave rondom die partners gemaakt. Dat zijn hele leuke dingen. Ja. En je ziet al die partners en die sponsormanagers of die marketingdirecteuren, die tweeten daar weer over en die praten daarover.
En het is heel leuk om daar te zien dat al die shirtsponsors elkaar leren kennen en kaartjes gaan uitwisselen en mogelijkheden. En, ja. Maar dat is precies wat nou ja, Pieter die moet maar hoofdredacteur willen, zou ik bijna zeggen. Nee, maar dat wat kan je niet betalen. Wat hij zegt klopt wel helemaal. Want je kunt als VI, om terug te komen, VI is gewoon een weekblad. Maar is een weekblad, een moderne jasje. Dus online is super belangrijk en er wordt ook volop ingezet. Maar precies wat je zegt, je hebt nog steeds een hele grote doelgroep wat wekelijks gewend is om de VI op de mat te hebben. Alleen onder de 35, die zitten natuurlijk veel meer online onder 40 jaar. Dus die moet je ook goed eraan bedienen. Maar je kunt, en de afgelopen jaren zijn ook wel gewoon een paar hele grote misperen geweest. En die hebben er ook wel voor gezorgd dat het financieel in zwaar weer terecht is gekomen. Alleen ga je op die manier er goed mee om, dan kan VI perfect, prima als weekblad. En daarnaast al die online bijdragers. En dan heb je natuurlijk nog de radio, dan heb je VI video, dan heb je een YouTube show. Dus er zijn tal van mogelijkheden, maar het weekblad, dat is iets heiligs en dat gaat ook niet... Narado wil weten, die zegt, gaan jullie nu ook weer aanschuiven aan de bar bij Voetbal Insight? Nou ja, wie weet, ik weet het niet. Zijn er gesprekken over? Nou nee, er zijn... Zat dat dan op Ruusink? Er zijn geen gesprekken. Zat dat dan op Ruusink? Tom van Huls heeft dat ooit af, toch? In die tijd? Nee, het zat niet op Ruusink vast. Nee, helemaal niet zelfs, want het was nog voor die tijd. Maar het is natuurlijk, op een gegeven moment zijn die banden doorgesneden. Omdat er gewoon ook... Dat lag ook eigenlijk boven de verslaggever. Dat was meer tussen WPG en Johan Derksen, dat ging niet goed uit elkaar. Ja, en dat zijpelde allemaal door. En toen is op een gegeven moment besloten van die banden worden doorgesneden. Maar ik denk dat het in de toekomst absoluut mogelijk is. Kijk, de zichtbaarheid, daar wordt ook wel volop ingezet. Dat is gewoon heel belangrijk. Staat Voetbal Insight nog na dit jaar? Zo, ja, dus hebben wij hier breaking news? Nee, weet ik echt niet. Maar de contract loopt toch dit jaar af? Daar praten we wekelijks over. Voor mij wordt dat wel. Maar dat is ieder jaar een spel natuurlijk. Ja. Ik ben benieuwd wat de technisch directeur / trainer Pieter Kuipers zou beslissen over deze samenwerking. Want ja, er is natuurlijk ook in die periode wat verwarring ontstaan, zeg maar, doordat heel veel mensen het gelijk bleven zien. En het programma is nogal veranderd ten opzichte van de tijd dat je daar leuk aan de bar zat je nieuws te brengen. Ja, maar het grote verschil is dat destijds Johan Derksen was het gezicht van het blad. Ja. Had altijd het nieuws op maandag met die gele blaadjes vertellen. Ja, dat is allemaal niet meer. Dus Johan Derksen heeft geen idee wat het nieuws nu tegenwoordig is. Nee, maar het gaat mij er meer om dat het een programma is wat veelvuldig uit de bocht is gevlogen. En aangezien wat je zegt met de status die VI van een bepaalde autoriteit, zou je dat oppakken? In ruil natuurlijk, ja, je krijgt er 700.000 kijkers voor die blad weer bekijken. Maar is dat het waard? Nou, ik denk, ja, nou ja, dat is aan jou de vraag trouwens. Ik kan wel even voor je antwoorden, maar... Daarna mag ik vragen. Ja, niet tegen elke prijs. Maar in de basis is er niets mis met die samenwerking. Sterker nog, volgens mij inderdaad is die connectie voor heel veel mensen, die noemen het nog steeds VI, ja. En die weten niet dat een naamswijziging is geweest en dat uiteindelijk een rechte kwestie is, hè? Want blad VI, en dan kun je Johan Derksen zijn en daar 40 jaar hoofdredacteur, maar die naam is niet van hem. Nee, dus dat moet dan Voetbal Insight worden. Maar dat hebben we buiten deze tafel en een hele grote gevolgen. In het begin zeker niet, maar ik denk nu de laatste jaren wel toch, want het is ook alweer een tijd geleden. Jawel, maar heel veel mensen hebben nog wel... Kijk, de mensen die zitten, steeds een VI. Ja. Die VI is VI. En het maakte elkaar natuurlijk ook sterker. Hè? Kijk, aan de ene kant werd dan natuurlijk ook dingen uit het blad of van de site werden gepromoot daar. Ja. En de andere kregen zij aan tafel eigenlijk continu voorzetjes. Want dan vertelde iemand aan de bar even 5 minuten over Ajax of over Roda. Ja, achter de schermen. En dan konden ze aan tafel verder. Dus je kunt elkaar sterker maken. Maar ik denk dat wel een absoluut voordeel is dat alle verslaggevers, dus de mensen die daar ook zitten, die zijn eigenlijk allemaal door Johan aangenomen. En die hebben ook allemaal nog steeds een zwak voor Johan. En kijk, daaromheen zijn er wel heel veel mensen vertrokken bij VI. En dat heeft niks, laat maar zeggen, dan is Christian Ruusink, daar heb ik het dan niet over. Maar daarvoor ook heel veel andere mensen zijn vertrokken bij VI en WPG. Waardoor die banden tussen VI en Johan, die zijn... Laat maar zeggen, de mensen die er nu zitten, die hebben altijd een goede band met Johan behouden. Dus het zal op den duur wellicht wel, wellicht niet. Ik weet het ook niet, maar het is niet verkeerd. Het is niet uitgesloten. Jan, als mediadeskundige, betrokken bij 837 voetbalprogramma's per week. Wat vind jij ervan? Waarvan? Dan moeten de VI-mannen weer aan tafel, aan de bar, bij Voetbal Insight. Nou, ik vond Jordi's punt, want die stelt een vraag, maar eigenlijk maakt hij ook een punt. Volgens mij daar wil je dus indirect zeggen dat hij of een punt moet maken of een lekker man, het real-time advies van Jan Bavink. Jan heeft een antwoord dan niet eens gegeven. Nee, ik denk, je hebt natafelen, je hebt FC Afkikken, ik weet niet of jullie dat kennen, dat is een online ding.
Volgens mij zijn er hallo, Rondo. Vaak ook VI-journalisten. Ik denk dat er plekken zijn waar je als VI serieuzer genomen wordt. Dus het blad VI. Wat er beter bij past ook. En daar zou ik dan ook lekker heen gaan in plaats van bij Woens uitzet. Ja, ja oké. Okay. Nee, daar ben ik maar volstrekt mee oneens. Maar, ja, maar, want? Het gaat uiteindelijk als jij autoriteit geld. Bent. Nee, het gaat niet om geld. Maar over impact. En die impact realiseer je inderdaad bij in een kleine doelgroep, in een hardcore doelgroep, bij een FC Afkik online of iets dergelijks. Of datgene wat je ontwikkelt. Maar ook nog steeds naar 900.000 kijkers. Ja, dat begrijp ik. Maar als 900.000 kijkers vervolgens iemand horen roepen over een speler, weet ik veel wat. Ik kijk het niet meer. Kijk jij nog, Pieter? Ja. Dus weet jij wat er daar besproken ja, wordt? Ja, maar dat komt meer omdat maar alles kijkt en alles terugkijkt. Ja. Maar ik kijk het wel, want het is wel degelijk gewoon 900.000 voetballiefhebbers die daar naar kijken. En als jij als VI, als autoriteit in Nederland, een brede doelgroep moet bedienen, want dat moet je, hè? Ja. Je kunt hier voor de happy few zijn, nee. Dan is dit wel degelijk een zwaar groot medium. Want lineair tv-kijkers in jouw doelgroep dood, maar niet in die 40-50 plus. Nee, dat begrijp ik. Maar als je vervolgens daar zit als journalist van VI, je hebt een mooi stuk geschreven over een speler van PEC. En vervolgens gaat het gesprek aan tafel door over die speler van PEC. En worden daar dingen gezegd ja, is, waar jij je als VI-journalist dat is invulling. Dat is invulling. Want op het moment dat je daar. Gaat het bij VI? Nee, dat is niet waar. Want als je Thijs Slegers daar in die tijd zag zitten, die altijd een beetje voor de gek werd gehouden of een beetje mee werd gespeeld. Maar Thijs hield zich prima staande. Maar dus Thijs. Die dan nu. Die onderwerpen waren het programma is wel heel erg veranderd. Want de hoofdredacteur was meer journalistiek, ja, maar de hoofdredacteur van het programma zat er destijds aan tafel. Ja. Snap je wat ik bedoel? Maar, dus maar die is in de kern is hij nog steeds hoofd, een journalist. Ja. Nee, ja. Ik wanneer is de laatste keer in de laatste 2-3 jaar wat je van het programma vindt dat hij nieuws heeft gebracht? Nee, maar dat is een ander verhaal. Nee, maar hij redeneert niet meer vanuit journalistiek oogpunt. Nee. Ja. Nee, maar voorheen, want dat weet Freek, hè, zij fluisterde Johan dingen in of hè, er was altijd overleg en dat soort dingen. Nu, hij zal best wel nog een paar keer Freek bellen, maar het is meer wat hij ziet en soms heeft hij het helemaal niet bij het juiste eind. Vroeger kon je zeggen wat je wilde van Johan, maar hij was, als hij het over feitelijke dingen had, was hij altijd goed geïnformeerd, want er zat een hele redactie achter. Nou, weet je, op het moment dat Freek daar aan tafel zit en goed voorbereid is en op zijn manier zijn praatje kan doen, wat inderdaad wat commerciëler is, wat daarna een grap over gemaakt wordt, dan kan ik mij niet voorstellen dat VI kan schaden. Dan denken wij echt te verder. Aan tafel van de bar. Aan de bar. Ja, ik het is een beetje, ik snap wel wat Jan bedoelt. Dat stel, Freek komt hier met een goed verhaal over Frenkie de Jong. Freek heeft daar tijd in gestoken, want Freek heeft van tevoren afgesproken, hij heeft 2-3 minuten om daarover te spreken. En na 10 seconden knalt er een grap over en is het hele verhaal weg. Want dat kan ook, hè? Dat kan bij Voetbal Insight. Over zo'n stukje kan zoiets gemaakt worden. Dat is ook de kracht van het programma. Dat een grap, nog een grap en nog een grap overheen. En dan is de waarde van Freek daar neerzetten aan de bar. Nee, maar ik vind dat je per definitie daar moet zijn waar jouw doelgroep ook is. En op het moment dat jij jezelf bent en dat gewoon op een goede manier doet, dan kan dat nooit schaden. Wij hebben de afgelopen maanden zijn ook allemaal sessies geweest, hè, voor die nieuwe, omdat VI, welke richting VI op gaat, dus daar is men heel erg mee bezig geweest. Is de naam van Pieter Kuipers gevallen? Nee, maar daarin is dit wel heel erg aanwezig geweest. In principe is het wel gewoon, eigenlijk wat Pieter zegt, is eigenlijk exact wat hoe ik er ook naar kijk. En ik snap het wel, inhoudelijk, je hebt helemaal gelijk, maar bij VI is wel de afgelopen jaren, zijn sommige verhalen de best bewaarde geheimen van Nederland geworden. Echt goede verhalen die mensen geschreven hebben, maar die een hele grote doelgroep niet direct bereikt heeft. Omdat er te weinig reuring aangebracht is. Liep veel te weinig te koop ermee. Ja, ja. Kijk, hier hadden we het al wel eens echt. Kijk, scheer het over komende woensdag in VI. En op Twitter gooit af en toe iemand even de kuffer eruit. Maar er zijn echt hele goede verhalen over Heerenveen geweest, over Roda geweest, over Utrecht geweest. Wat maar heel beperkt is neergezet. Bij een programma als Voetbal Insight met 700.000 kijkers, 800.000 kijkers. Kijk, al wordt het, laat maar zeggen, krijgt het een rare vorm. Men weet wel, pas komende woensdag staat dit verhaal in VI. Of vanavond staat dit verhaal online. En VI heeft natuurlijk goud in handen met Johan Derksen en ook met Kees Jansma. Dat 2 mensen zijn die hebben nog wel VI in hun hart zitten. En ze laten het allebei op. Het zijn 2 totaal verschillende persoonlijkheden. Ze laten ook op een andere manier brengen ze dingen tot uiting. Maar daaruit heb ik heel erg sterk gemaakt van gebruik nou deze 2 mensen. Probeer dan nou wel gewoon te kijken op wat voor manier je kan samenwerken of op wat voor manier je elkaar kan helpen. En nou, dan wordt er gezegd van ja nee, maar er moeten jongere boegbeelden komen en zo. Dat snap ik ook allemaal wel. Alleen
je moet niet vergeten dat, dat voor heel veel mensen Voetbal Insight wel gewoon een twee keer per week gewoon een zekerheid is. Kijk, als je, als je maar aan die vrouw zou vragen, moet FC Afkikken daar gaan zitten? Nee. Dan ga je een mismatch creëren. Maar, ja, en dat ga je tekort doen aan datgene wat je... Wat kijk jij het liefst als je niet ergste gast bent? Wat ik het liefst kijk? Ik kijk op zich kijk natafelen vind ik altijd wel het leukste om te kijken. Want? Nou, ik vind dat daar zit wel een lekker stelling in. Ik vind Kenneth Perez vind ik de beste analyticus van Nederland. Dus daar kijk ik heel graag naar. Ja. En daar komt het ook wel een beetje gewoon... Lijkt wel heel snel voorbij. Maar op een even natafelen is met de journalist, hè? Ja. Ja. Dat kijk, maar ik vind... dat is wel iets wat ik als ik het niet gezien heb, dan vaak wel terugkijk. Verder heb ik niet heel veel programma's die ik terugkijk, omdat er gewoon ook heel veel programma's zijn. Dus dat is ook tegenwoordig, ik had het toevallig laatst ook met wat collega's over. Je kunt, jij kijkt misschien alles, maar je kunt niet alles meer zien. Dus het is ook maar net wat je, nee, wat je meepakt. En de ene week kijk je Studio Voetbal, en een week later heb je Voetbal Inside aanstaan. En Rondo. Een week later Rondo. En ik denk dat het meer, het is gewoon niet meer zoals een paar jaar geleden, dat vast dat programma. En als je het niet gezien had, keek je terug. Het is meer gewoon uit meer jaar. En jij, Pieter? FC Buitenland. Nee. Ja, maar wat nou nee? Als je nou dat elke week kijkt, dan is dat toch gewoon legitiem? Het is niet zo. Oké, ja, is dat zo? En alles mag op maandag. Nee, maar serieus, wat kijk je het liefst? Er zit heel veel ruimte tussen die twee programma's. Alles wat ja, echt een gordroog voetbal inhoudt en ja, dat is waar. Vind je lastig? Studio Voetbal is het niet meer. Dat vond ik vroeger echt leuk, maar dan praat ik echt over 4 jaar terug, denk ik. Ik kijk nog steeds eigenlijk graag VI, omdat het gewoon wel lekker wegkijkt. Ik zit er in de flesjesperiode, ik heb een jonge dochter gekregen, dus dan heb je heel veel tijd om kunnen elkaar goed kijken. Over. Hey, ik vind serieus leuk om hier naartoe te kijken, ook vaak terug te kijken, want live lukt me niet altijd. En, maar voor jouw gevoel bestaat het ideale voetbalprogramma voor Pieter Kuipers bestaat nog niet, zeg maar. Nee, want kijk, dan zou je inderdaad geïntegreerd gaan nadenken over hoe kun je nou een medium starten wat voor alle doelgroepen relevant is. En omdat er zoveel verhevel is tussen al die partijen, creëer je dat dus niet. En is overigens, er ruimte deze tafel mist alleen nog een bejaard. Dan zijn we compleet. Een wat? Een bejaarde, een oudere. Dat is toch wel altijd een moetje. Je moet één. Jezus. Nou. 30 plus die tafel. Huh? Is toch gewoon een 30 plus tafel? Ja, 30 plus, maar dat is toch precies goed, Jan? Nee, maar. Dat is toch lekker? Komende zondag bij de tafel. Ja, dat is wel echt. Maar dat vind ik echt slim gehandeld ook, want Brugging zit daar nooit. Wat een tafel hoor. Kenneth Perez, Arnold Brugging en Louis van Gaal. Nou, wij hebben het twee weken geleden. Überhaupt een maar we hebben het twee weken geleden over gehad dat alles is verdeeld in het media. Iedereen heeft één topper. Bijvoorbeeld Fox hebben Arnold en Kenneth. Dan heeft Ziggo heeft nu Louis van Gaal. De NOS heeft bijvoorbeeld Pierre van Hooijdonk. Weet je, dus iedereen zit. En dan Ziggo heeft ook nog Kieft. Maar er is niet één plek waar ze allemaal tegelijk. Een en nu twee weken later, nou, in ieder geval, ja, van Gaal, dat is sowieso al een reden om bij Ziggo een abonnement af te sluiten. Vind ik, want als die man gaat praten en tegenwoordig ook interviewen bij de Champions League, dat hij gewoon de microfoon afpakt van Bas van Veenendaal en Soufiane Amrabat. Ja, dat is. Maar überhaupt, want dat merk ik wel. Het schakelprogramma bij Ziggo Sport zijn geniaal. Ja. En überhaupt ook zondag en zaterdag kun je het gewoon altijd op de achtergrond aan hebben staan. Dan zie je gewoon zoveel voorbij komen. Ja. Ja, nee, ja. Ja, ja. Want een hele wedstrijd. Ik begrijp gewoon. Vroeger keek ik nog wel eens gewoon echt Veronica gewoon. En Nederland, Nederland 1. Nee, Champions League. Oh. Ik had het eerst namelijk met iemand over. Ik zeg, waarom heb ik niet. Ik heb altijd namelijk Ziggo Sport en voormalig Sport 1 gehad. Waarom keek ik nooit Champions League gewoon via dat schakelprogramma? Zie ik alles. Ja. 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 Nee, het is echt. Je hebt ook net niks. Hoezo? Je ziet alles. De doelpunten. Ja, als je niet. Nou ja, je wordt. Als je Pieter Zwart bent, niet allemaal bij elkaar. Nee, maar je wordt wel de opportunistische analist. Als je schakelprogramma kijkt, dan kan je niks zinnigs zeggen over de wedstrijd. Okay, maar voor je eigen vermaak is het ideaal. Want de Jupiler League is alleen geschikt voor het schakelkanaal. Je kan geen 90 minuten van de Jupiler League wedstrijd uitzenden. Dus dat is de redding van die competitie. Het zijn best wel leuke wedstrijden. Inderdaad. Ik snap dat het op een vrijdag, de live wedstrijd, en het is een keer leuk. Dat kan echt een leuke wedstrijd zijn. Dat meen ik echt. Het is maar hoe je er naartoe kijkt. Die paar keer dat ik er ben geweest, was meestal alles eromheen was een stuk leuker dan wat erop. Ja. Nee, andere vraag dan. Hoe ga je meer jongeren naar het stadion krijgen? We hebben het nu alleen over beeld. Maar Jupiler League clubs hebben daar sowieso veel last van.
Het gemiddelde stadionbezoek in Nederland zit ook boven de 48. Wedstrijden korter maken. Ja. Ja. Korter maken. Nou, wedstrijden korter maken en meer variabelen in een wedstrijd, dat er allemaal dingen kunnen veranderen. Vlog, ja, mensen vlog op mensen willen geprikkeld worden. Die jongeren willen... ik ben het wel ergens met je eens, hoor. Ja, nee, dat kan... Ja, maar... Spel aanpassingen zouden gewend zijn, maar goed. Nee, dat is maar... Ja, maar dat, toch niet, dat is gewoon voor het spel en niet zozeer om specifiek jongeren te triggeren, toch? Nou, aanpassing naar het spel, want dan vind ik wel dat... Dan worden de jongeren iets te belangrijk gemaakt. Maar hoe, nee, maar je ontwikkelt hoe worden de jongeren door nu dagelijks, zeg maar, van een Jupiler League? Kijk, Ajax doet dat best goed, hè? Ik vind dat echt heel top wat Ajax nu doet, bijvoorbeeld met de Ajax TV op vrijdag en de Ziggo Cam en dat soort dingen. De jongeren vinden dat echt tof. Die worden op hun manier bediend, zeg maar, in hun mediabehoeften. En die FIFA Skill Games is wel niet slim van Ajax TV, hoor. Want? Ja, omdat de jongens niet zo goed zijn. Nee, maar het idee, maar het is wel tof, want je, met die content bereik je wel. Je als jij het is ook bent wel van zo, Den Bosch, dus je bent Den Bosch fan, je bent 17 of 18, je gaat in Den Bosch wonen of je woont er al en dat. Hoe krijg jij wekelijks nieuws tot je? Ja, gewoon via, wat is het, Brabants Dagblad, Omroep Brabant. Maar niet op een toffe manier hoe Ajax, zeg maar, zijn doelgroep bereikt. Nee, maar snap je, er wordt alleen maar naar hun gezonden in op de ouderwetse manier. En ja, Even met budget te maken. Ja, maar of ja, maar bij Den Bosch is gewoon de commerciële afdeling één persoon. Ja, ja, en die ja doet de ticketing en de dingen. En bij Ajax maar heeft gewoon 12 man media in dienst. Nee, maar tuurlijk. Maar het is ook een manier van denken. Je kan toch ook een stagiair in dienst nemen die content maakt voor een jongere doelgroep. En dat zal niet van het niveau zijn van Ajax. Maar het Ajax voetbalt ook niet op hetzelfde niveau als Den Bosch. Het gaat toch op manier van denken. Als jij een jongere doelgroep wil bereiken, of je wil een jongere doelgroep in het stadion krijgen, dat kan toch niet van hopen dat ze ooit een keer, in plaats dat ze naar rechtsaf naar de kroeg gaan, dat ze denken, oh, deze week staan we, oh, daar staat een voetbalstadion. Ja. Nee, ik ben het helemaal niet eens. Dus ik snap, het heeft altijd met geld, maar het heeft vooral met keuzes te maken. Maar dat is precies het verhaal wat je hebt over een jonge trainer. Nee, maar het heeft met keuzes te maken, denk ik, hoor. Maar goed. Zou je niet als eerste divisieclub of je Jupiler League club een samenwerking sluiten met een hogeschool? En dat je dat je hele commerciële afdeling laat leiden door... Ja, misschien nog wel, qua leiding geeft het wel. Maar ze kunnen zo micro denken, wat allemaal een beetje helpt. Want je kan natuurlijk heel lang het blijven proberen in ruil voor gratis toegang. Omdat anders het stadion toch leeg. Dus wat schiet het? Nou, gratis toegang vind ik nooit goed. Huh? Nee, maar je kan een heleboel proberen, lijkt mij. De kroegen, lokale kroegen. Tuurlijk. Als je daar eenmalig. Want omdat je dan, ja, maar is dat zo? Want als je echt... Als je kijkt naar de... Maar Den Bosch vind ik een goed voorbeeld. Want daar de heb leuke bijvoorbeeld... beleving, dat je die avond wel naar een kroeg gaat. Als je dat op een leuke wijze kan combineren met dat je eerst naar het stadion gaat. Want zo groot zal het allemaal niet zijn. En daarna dan denk je misschien wel met z'n allen. Nou, het zal misschien niet in één keer raak zijn, maar dat je denkt, nou, oké. Zeker studentensteden denk ik ook erin. Het breder trekken. En ik durf niet het woord Amerika in mijn mond te nemen, want dan gaat deze man eer. Kijk, ja, dat dacht ik al. Maar Klinsmann naar Den Bosch. Nee, maar meer... Klinsmann in Den Bosch. Nee, maar meer over dat je daar allebei bijvoorbeeld een basketbalploeg hebt op het hoogste niveau. En dat dus voor mij de donderdagavond, de vrijdagavond. Je kan daar best wel een combi's in maken met studenten. Als studenten op een leuke manier in aanraking komen met die sport. Voor mij is Den Bosch wonen toch ook studenten of niet? Ja, het is minder een studentenstad dan. Maar is het niet wel zo dat de clubs die de moeite mee hebben, dat eigenlijk altijd wel een beetje die clubs zijn geweest? Kijk, bij de Graafschap is het nu volle bak. Cambuur als dat draait, volle bak. Je hebt toch eigenlijk, vaak zijn het toch altijd een beetje dezelfde clubs die moeite hebben niet zijn en, om de boel vol te gooien. Maar ik heb niet het gevoel dat bij Den Bosch in de eerste divisie, toen jij er speelde. Ja, toen niet. Maar toen draaide je echt mee om het kampioen, zodat het me echt ging leven. Ja. Maar voor mijn gevoel is het vaak zo dat je bepaalde stadions waar je altijd... Is het niet gek dat je op dat niveau dan zo'n groot deel successupporter is? Want dat is helemaal niet waar. Het is gewoon, maar als Den Bosch in de Eredivisie speelde, dan staat de tribunes toch lekker vol? Nee, want dat was het jaar met William Vloed met afbraakvoetbal. Nee, maar wat Freek klopt volgens mij niet helemaal. Want ook de Graafschap en ook Cambuur en zelfs FC Groningen. Want het is niet alleen Vitesse die op dit moment worstelt met hoe gaan we nou dat stadionbezoek aantrekkelijker maken. Ja. En nog met 48 plus is het gemiddelde leeftijd van de stadionbezoeker in Nederland. Ja. En daar zit het probleem. En jongeren hebben veel meer keuzemogelijkheid tegenwoordig. Weet je, het is niet een kroegbezoek op vrijdagavond. Het is de iPad, het is alles kun je tegenwoordig. Maar en ook wel. Ja. Maar en hoe ga je dan? Hoe ga je niet incidenteel een studentenavond doen en ineens studenten uitnodigen? En ja, dan hebben we een tribune vol. Hoe ga je die jongere doelgroep eigenlijk eigenaar maken, mede-eigenaar maken van die club? Hoe wordt het hun club?
Want dat, we wijzen ook al die studies en onderzoek uit. Die jongeren, die meestal studies rondom e-sports en gaming, is dat die jongeren nog steeds heel erg de neiging hebben om fysiek bij elkaar te komen. Dus het fysieke component ontbreekt niet en dat kan zo'n stadion prima bieden. Ja. Maar voelen we ons daar thuis? Is dat onze club? Nee. Maar ik denk dat het beeld wel heel erg veranderd is. En de tv, media, natuurlijk Fox, bij Fox kun je ook alles zien. Dus zoveel mensen hebben natuurlijk een deel wat gewoon ook thuis alles kan kijken. Je hebt ook veel meer link met de jeugd, met buitenlandse clubs. Ik weet dat ik jeugd heb getraind vroeger, hè, in die jeugdteams. Dan trainen de helft in een Ajax-shirtje, de andere helft in een Feyenoord-shirtje. Bij ons nog de Graafschap, Vitesse, NEC, waar ik heb nog gegroeid. Maar ik heb jarenlang heb ik een D1 getraind in Leiden. Nou, daar kwamen ze alleen maar met Ronaldo en Messi-shirtjes aan. Ja. Er was dan niemand die van de Nederlandse club een shirt. Dat vond ik echt opvallend. Dat veel minder, bij hun ging het erom wie is voor Barça en wie is voor Real. En niet zozeer wie is voor Ajax, wie is voor Feyenoord. Dus het is denk ik ook iets dat bepaalde clubs, dat het ook in deze tijd is, dat mensen misschien minder snel een binding hebben. Nee, natuurlijk, maar je hebt zo'n groot aanbod. Ja, maar dat is heel grappig, want als je bij jongere gasten die volgen op Twitter, dan zie je zo'n bio staan en daar staat Real, Dortmund, PSV en Fiorentina. Ja. Dat je denkt, één was voldoende geweest. Ja. Nou, ik heb er zelf twee, dus twee kan. Maar dan moet je wel uit dat land komen. Ja. Maar ja, dat is het. Het boeit ze niet. En het is nog meer richting zeg maar individuen qua spelers. Dat ze gewoon gek zijn voor Aubameyang. En of die nou bij Dortmund zit of volgend jaar bij Schalke, het interesseert ze geen reet. Maar het is ook wel. Het is wel een lastige vraag, want die krijgen jullie vaak dus eigenlijk vanuit clubs. Misschien. Het is heel lastig. Maar heb je een voorbeeld van een club die het wel goed heeft aangepakt, waardoor er wel nu meer jongeren binnen zijn? Nou ja, ik denk dat Ajax dat onder andere een goed voorbeeld is. Om inderdaad, die zijn ook heel actief in het promoten van de eerste keer naar Ajax toe gaan. Hoe noemen ze dat? Je debuut bij Ajax als supporter. En van generatie op generatie. Daar hebben ze een hele campagne voor hadden ze daarvoor op draaien. Maar is dat jammer geld van zo'n campagne of keuze? Nee, dat is ook geld. En inderdaad keuze. Want durf jij, zoals Menno Gele, wel mooi, actueel. Hè, vorige week is hij sponsor personality van het jaar geworden. De jongste ooit. Hij is al commercieel directeur van Ajax. Hij is internationaal bekroond. En kijk, hij heeft echt geïnvesteerd in e-sports, in China. En dingen die gewoon nu opleveren. Hij heeft ook altijd geïnvesteerd in een grote, goede commerciële afdeling. En dat zijn dingen die we eigenlijk allemaal niet zien. En zeker fans niet zien. Fans hangen vaak gewoon een spandoek op, directie weg. Maar wat hij daar achter de schermen gewoon ontwikkeld heeft met uitstekende mensen om zich heen, ja, dat is best wel knap te noemen. En daarmee heeft hij wel zijn nek uitgestoken. Ja. Want voetbal is vaak inderdaad van eerst geld binnen, dan eerst nog een speler en dan kijken we of we iemand een commerciële afdeling gaan versterken. Ja. Daar wil ik het. Ik stuur nu even een filmpje naar Yannick. Misschien kan Yannick het zo even laten zien. Ajax gaat nu naar China, was groot nieuws. Bayern München ook. En dat we kijken of we het zo even kunnen laten zien. Dat is echt onwaarschijnlijk. Ajax gaat natuurlijk iets leuks doen in China. Maar wat Bayern daar gaat doen is echt fantastisch. Als we zo even het filmpje kunnen zien. Jij komt net van Ajax, Freek. En nu, je kan voorlezen wat Marcel Keizer heeft geroepen op de persconferentie. Maar jij was er ook. De kop bij jullie op de site is hier al. Wil schade beperken tot de winststop en in 2018 toeslaan. Ja. Wat? Het is gewoon een gerespecteerd medium, Jan. Jan, laatste kusje van Lofta. Okay. Ik heb eens lachen om Keizer. Dat is met die koppen. Ik kan me voorstellen deze kop, maar hier zit wel een verhaal achter. Want bij VI Radio vroegen ze het net eigenlijk hetzelfde. Wat bedoelt hij nou mee? Nou, hier bedoelt hij natuurlijk het verhaal mee dat het wel een heel zwaar half jaar is. Wat natuurlijk het drama rond Nouri, dat was het begin van het seizoen. Het is niet zo dat ze daarna een paar weken spelers vrij af hebben kunnen geven. Het is sindsdien, is het, en daar heb je wel een paar interlandperiodes gehad, maar er was nog iedereen met voetbal bezig. Dus sindsdien is iedereen eigenlijk elke dag wel bezig met Ajax. Men ziet elkaar elke dag. Je merkt wel dat, wat mensen zeggen van als het straks winterstop is, ze hebben anderhalve week, twee weken even vrij. Dan kan iedereen ook heel eventjes even rust krijgen. En dat is niet eens fysieke rust, maar ook mentale rust. Naar alles wat er in de afgelopen maanden gebeurd is. En Keizer wil dat nooit als excuus aandragen. Dat vind ik wel heel sterk. Maar hij wil dat wel. Hij benoemt dat wel even. Van, het is nu gewoon, je merkt gewoon na zo'n super intensief half jaar, dat het
op dit moment echt doorkomen is tot aan de winterstop ja, en dan in 2018 toeslaan. Tegelijkertijd zijn wij er voor de korte termijn telt, want ze spelen zondag PSV, die moeten ze winnen. Donderdag Excelsior moeten ze winnen. Volgende week AZ uit, die moeten ze winnen. Kijk, als je in die drie wedstrijden punten laat liggen, ja, dan heeft dat toeslaan in 2018 natuurlijk ook geen enkele zin meer. Want dan ben je gewoon al uitzicht voor die titelrace. Jullie hebben iets opgenomen voor zondag. Daar komt het denk ik ook naar voren. Maar even alvast een voorproefje. Haalt hij überhaupt de kerst? Ja, dat, ga je, dat is geen voorproefje. Dat is de clue van het filmpje. Jordi denkt de hele week op gezeten op die stelling. Ja. Die wordt hier gewoon... Nee, dat zien ze zondag wel. Of hij blijft of niet. Nee, maar er was ook nog een stukje wat ik voorbij zag komen, maar dat was ook alleen een kop. Dat heb ik niet, want ik had geen tijd meer om het te lezen. Maar er stond iets dat die... dat was het conservatisme van Nederland. Over dat er werd gevraagd naar dat hij steeds wisselt in zijn opstellingen. Ja. En dat vind ik wel een beetje een zwak antwoord, klopt, hoor. Klopt. Ik snap wat je bedoelt. Ik heb het de afgelopen week ook vaak genoeg geschreven dat is juist automatisme, patronen. Maar wat hij daarmee bedoelde is eigenlijk, ja, dan kom je in de discussie van hij wil gewoon die principes, dat het spelconcept duidelijk is, maar dat de invulling daarvan, dat niet zoveel moet uitmaken. Hij zegt, in het buitenland zie je teams ook vaak rouleren, of dat dan die links buiten speelt of die rechts half speelt. Ja. Dat bedoelt hij daarmee te zeggen. Als het spel maar duidelijk is. Maar hij geeft tegelijkertijd toe dat spel niet duidelijk dat veel te wisselvallig is binnen een wedstrijd. Eerste helft Roda thuis, tweede helft Twente uit. Ja. De laatste twee duels. Plak die helft aan elkaar. En je hebt misschien de allerslechtste wedstrijd die Ajax ooit gespeeld heeft. Dus er is geen ondergrens. Zegt Simon de Jong deze week in op het blad ook. Van ik voel dat wij de hele tijd door die ondergrens heen duikelen. En maar Keizer probeert daarmee aan te geven van tuurlijk, een basiself is geweldig als je die elke week hetzelfde kan hebben. Maar daar moet je je ook niet op blind. Nee, ik krijg af en toe nu het waar je mee opende. Dat is natuurlijk hartstikke legitiem. En ik hoop vooral dat het iedereen die rust kan pakken. En dat het ook dat effect heeft. Waardoor ze wat prettiger in hun vel zitten. Want dat weet je niet hoe een ernstige impact dat heeft. Maar ik ken bijvoorbeeld een jongen die als je hem één vraag stelt. En dan heeft hij daar 20 excuses voor waarom het niet wil. Wie is dat? Ja, dat doet het niet per se toe. Maar ja, natuurlijk. Dat heb ik dus. Nee, want het is geen voetbalgerelateerd voorbeeld. Maar dat heb ik met Keizer. Is het voetbalgerelateerd? Nou ja, een soort van. Het is een lager niveautje dan de Eredivisie. Maar dat is dus. Weet je, elke week tussen. En dan heeft hij weer een ander punt wat hij wil belichten. En een ander punt wat hij wil belichten. Dat idee krijg ik een beetje van. Toen ik vandaag weer dat punt zag. Ja. Dat het dan weer aan Nederland ligt. Dat wij te conservatief zijn. Ja. En niet gewend zijn van dat ze de poppetjes overal kunnen neerzetten. Ja. Nee, dit is niet zo, dat moet ik wel zeggen, want dat is een beetje context. Het is niet zo dat hij hier nou 5 minuten over vertelde. En dit dat is een zinnetje. Het was meer, laten we zeggen, een tussenzin om als voorbeeld te geven van patronen. Maar kijk, het mag wel duidelijk zijn dat, los van alles wat er gebeurd is, dat hij natuurlijk in 4 maanden tijd, dat je de groei die Ajax maakt, dat die groei niet zichtbaar is. Nee. En dat is natuurlijk wel het grootste punt van kritiek. Ik denk, je moet beter gaan spelen gedurende het seizoen. En bij Ajax zie je dat niet terug, heel wisselvallig. Afnemen. Periodes, maar ook periodes weer helemaal niet. En ja, kijk, die moeten niet als ze zondag verliezen, schat 13 punten, is klaar. Ja, en dan ben je voor het 4e jaar op rij geen kampioen. En dat ze één keer eerder, toch? 13 punten overwonnen, het eerste jaar van de Boer, toch? Ja. En toen stond AZ met Gert-Jan Verbeek bovenaan. Andere tijden sport. Zo, zeg dat. Iets waar we in het begin, volgens mij waar ons beiden wel sterk om maken, is het feit dat als zometeen, mochten er consequenties zijn voor Keizer, dan moeten andere mensen ook hun consequenties. Denk je dat we waren daar toen was het heel vroeg, dus iets sceptischer over. Maar zou het kunnen? Ik heb daar met Kenneth Pires laatst wel een lange discussie ook buiten de uitzending om bij Nathuis wel over gehad. Ja. Maar die zei van ja, nee, maar dan mag nooit meer iemand een keuze maken als directeur, want als je fout keuze. Ik zei nee, dat gaat helemaal niet om. Want ik bedoel, genoeg keuzes worden gemaakt door technisch directeur of algemeen directeur. En een keuze kan goed uitpakken, kan slecht uitpakken. Nou, volgens nog is de keuze Keizer is niet goed uitgepakt. Dus ik zeg niet dat daarom iedereen maar moet opstappen. Maar deze keuze bij Ajax is het verschil dat dit komt ergens uit voort. Ja. Ze hebben natuurlijk Bos hebben ze weggezet. Kijk, daar zitten heel verhalen vast, maar Ajax heeft hem gewoon weggezet. Die hebben gezegd van we gaan niet. Kan je dat nog één keer zeg maar uit de wereld helpen hoe dat ooit is gegaan met Bos? Ja. Even kort, want iedereen zegt nu hij was dus al eerder boos, het is nooit naar buiten gekomen. Hoe kan dat en hoe is dat opeens in 2 dagen ontspoord? Ja, nee, dat is gewoon kort gezegd is het gewoon dat dat er was geen klik tussen Bos en de assistenten Spijkerman, Bergkamp, Lamy. Die drie en Bos die had gewoon zo na het seizoen, die heeft dat de tweede helft van het seizoen gedoogd.
Dus het is niet zo, nogmaals, niet zo dat ze elke dag met de vuist tegen elkaar doen. Totaal niet. Ik bedoel, hier zit je ook met een grote groep en je mag elkaar, de ene mag elkaar meer of minder. Dit, maar je kunt perfect samenwerken. Maar dat was bij Ajax natuurlijk ook zo. Oh ja. En het resultaat nou was top. Te doen? En omdat het resultaat natuurlijk top was qua al die Europa League overwinningen en ook in de competitie. Dat helpt natuurlijk enorm. Kwam dat, laten we zeggen, nam men het ook voor lief. En je zag bepaalde momenten, vaak aan de Europa League overwinningen, het echte juichen met elkaar bij Lyon uit, dat Bos en Kruse, terwijl normaal zou daar de rest van de technische staf meegaan. En zo waren er meer momenten, maar dan nog, zolang het functioneert, was het goed. Maar het ging echt mis aan het eind van het seizoen. Ik zeg gewoon, hij vroeg het aan mij, ja. Nou, oké. Okay. Maar nee, Nieuw, het was zo goed geweest. Het duurt te lang, hè, het verhaal. Of niet? Dat stond te lang. Wij gaan gewoon verder. Ja. Maar aan het einde van het seizoen was natuurlijk het moment dat Bos wel zoiets had. Nou, ik wou nu dat we dingen gaan veranderen. Want met deze technische staf nog een jaar doorgaan, dat werkt niet. Dus toen heeft hij aangegeven dat hij een assistent bij wilde hebben. En toen is er vanuit Ajax, hebben ze erover van, daar gaan we niet aan beginnen. En het ging om dat. Was dat in ruil ook voor eentje? Want nou ja, het was duidelijk. Precies, was duidelijk. Ja. Maar het was duidelijk Spijkerman zo naar de belofte gaan. Dat was al wat Spijkerman voelde zichzelf al vanaf oktober, november. Die had heel snel zoiets van, ik maak dit jaar af. Zit hij gewoon bij. En ik kijk naar de belofte. Nou ja, Bergkamp, daar was natuurlijk ook een rol met talenten. Maar wie weet was het ook op een andere manier ingevuld. Nou ja, en Lamine keepers trainer. Ik hoorde heel goed hoor. Die het vak met z'n twee juich voor het uitvak. Oké, okay, ja. Dus daar is het uiteindelijk op stuk gelopen. Dat hij wilde gewoon dat de staf. Dat hij nu een staf zou krijgen waarmee hij de volgende stap zou kunnen zetten. Nou ja, en daar wilde Ajax niet aan. Nou ja, en het bizarre, want Bos die was op dat moment ook gewoon nog in Portugal voor lezing. Dus het is ook niet zo dat hij al weken Dortmund. En hij werd in Portugal gebeld van Favre van Nice, die mocht niet. Precies, dat was de eerste keus. En daarna, toen kwam dat voorbij. Nou ja, en toen, daarna had hij nog een gesprek met Van der Sar. En toen werd opnieuw duidelijk van dat die staf, dat hem absoluut niet ging worden. Omdat ook uit het verleden, vanuit Ajax met Jol en die kliek en zo, daar wilden ze allemaal niet meer aan beginnen. Vond ik eigenlijk een heel andere appels en peren vergelijk. Maar goed. En toen had hij zoiets van, ja, als ik hier moet gaan werken met mensen die mij eigenlijk niet vertrouwen en andersom ook niet. En ik weet dat Dortmund. En nee, dat is heel logisch. Ja. Dus, maar goed, en dat is het verhaal. En dat eigenlijk valt het daarmee op zijn plek. Maar om dan terug te komen op die vraag van de clubleiding heeft daar specifiek voor gekozen. Ja. Overmars stond er overigens niet achter. Die had een perfecte klink met Bos. En die was ook niet zo heel enthousiast om Keizer gelijk te nemen. Maar goed, hij staat dit wel in het technisch hart. En die hadden dat gekozen. Dus gooi je nu maandag Keizer eruit als we op PSV verliezen. Dan mag elke club, hè? Ze moeten zelf bepalen wie ze eruit gooien. Maar ja, daarmee geef je wel je eigen eigenlijk bevestiging van onvermogen. Ja, precies. Maar ik snap ook wel, want het is inderdaad gek om er zo stellig op te zijn van, nou, dan moet het hun ook. Want elke trainer die ontslagen wordt, is een foute keuze van de technische directeur. Maar het heeft nu gewoon wel echt te maken dat je vanuit een Europa League finale seizoen, een fantastisch voetballend seizoen. Maar moet de technische directeur van Dortmund dan ook zijn biezen pakken, mochten ze... Nee, ik vind dat anders. Is het niet, ik weet het hele spreekwoord niet meer, maar ten halve gekeerd of zo? Of, Jan? Beter ten halve gekeerd dan... Ten halve gekeerd dan ten hele gefaald? Ja, is goed. Zoiets. Yannick? Gefaald. Verdwaald. Verdwaald. Gedwaald. Gedwaald hoor ik van de regie. Die staat ook naast me. Nee, dat is bedoel, ook zo. Ben je in staat om dan ook gewoon als een man voor de camera te zeggen, nou, dat is niet een handige keuze geweest. Ja. Of we hebben blablabla. Ja. Kijk, en uiteindelijk... Je hebt iets naar voren geschoven wat zo ver afstaat van zowel de club die je bent, de financiële mogelijkheden die je bent, de man die je de laan uitstuurt. Dus als je dan echt zo'n expliciete beslissing neemt, en natuurlijk alle credits als dit fantastisch was uitgepakt, maar dat vind ik zo buitensporig dat het daarom wel gevolgen dient te hebben. Wat me gewoon opvalt bij Ajax, ik vind Ajax in heel veel dingen heel goed, maar waar ik PSV echt zoveel beter in vind, is gewoon de communicatie rondom de selectie. En datgene wat er gebeurt, buitensporigheden, keuzes van de trainer. En daar zie je toch echt wel, volgens mij een hand van Toon Gerbrands, zie ik Kielzog, Thijs Slegers. Weet je, er is denk ik oprecht meer transparantie rondom het technisch beleid in Eindhoven dan in Amsterdam. Maar absoluut. Jij kan dat nog beter vertellen. Je hebt over drie pilaren bij Ajax naar buiten toe. Twee proberen ze al 6 jaar lang alle cursussen te geven en warm te laten draaien voor een functie wat op beeld in ieder geval niet wil lukken. En die andere praat niet.
Dus ja, dat is toch onvergelijkbaar met een professional als die PSV heeft. Je moet daar wel in zien, kijk, als je Gerbers voor de camera zet, dan komen er 158 tegeltjes bij ze heen. En dan denkt iedereen, oh ja, nou zo, hij kan zich perfect verwoorden. Ja, en dan reageert snel en dan geeft openheid. Maar het moment dat je dus, stel nou een situatie dat inderdaad de situatie Keizer niet meer houdbaar is. Ja. En dat er een keuze wordt gemaakt om afscheid van hem te nemen. Op het moment dat dit bij PSV of bij Ajax gebeurt, wat is de persconferentie nadien? Is die bij PSV is die 100% zeker dat die meer transparant en eerlijk is dan bij Ajax? Ja, dat klopt. Maar dat kun je gewoon nodig zijn. Ik kom uit Eindhoven, je hoort dat ook. Dus dat is, of uit die buurt. Dus zou mensen nu denken dat ik subjectief ben. Maar dat is gewoon, volgens mij is dit gewoon wel het verschil. Hey, alleen kunnen dat we ook wel beamen, maar... Alleen en ik snap dat soms gewoon niet. Stukje, en dit ook, natuurlijk de voorgeschiedenis is hierin cruciaal. Je moet je voorstellen dat de voorgeschiedenis, omdat ze daar ook al niet transparant zijn. Dat is waar. Maar de voorstelling is ook omdat Ajax natuurlijk vorig jaar... Ajax werd geen kampioen en toch stond iedereen op de bank omdat het vermaak onder Peter Bos terug was. Men ging eindelijk weer met plezier naar het stadion. En je hebt het gevoel doordat ze de keuze hebben gemaakt door Bos buiten spel te zetten... hebben ze eigenlijk ook de supporters, een heel groot deel van de supporters... wat de plezier eindelijk weer terug had, buitenspel gezet. En dat leeft natuurlijk nu nog steeds voort. En ze zeiden nee... Dat was toen. Het is de lijn Ajax. Het is niet de lijn Bos, werd ons ook als media, laten we zeggen, verkondigd. We gaan verder met de lijn Ajax. En daar is Bos een passant in geweest. Nu, na een half jaar, want dat kon alleen de toekomst uitwijzen. Nu, na een half jaar, kun je de conclusie trekken dat het echt wel de lijn Bos is. En niet zozeer de lijn Ajax. Want wie zou op dit moment, als je gewoon alles vergeet wat er gebeurd is, de allerbeste trainer zijn voor Ajax? Louis van Gaal. Nou, ik denk Peter Bos. Maar dat gaat niet meer gebeuren, omdat het zo ego's in de krenk zijn. Ja, precies. Alleen, de beste trainer voor Ajax... De beste trainer voor Ajax... Ik moest terughalen voor de tweede seizoen. Januari. Kijk, als jij nou denkt, alle ego's en de voetballerij is voor mijn ego's, dus het gaat niet meer. Als je in de winterstop, alle ego's, nou ja, de winterstop zit Bos misschien niet meer bij Dortmund. Staat Ajax misschien op 13 punten achter. Nou ja. Ja. Maar, het kan niet. Maar het gaat nooit gebeuren. Maar wat gaat er wel gebeuren? Maar, wie gaan ze herhalen? Favre. Die flikken eruit van niet. Dat is natuurlijk nu ook het probleem. En dat was eind september al het probleem. Toen ze van Vitesse verloren. Toen nam ook die druk toe. En toen is er wel, we hebben ze ook al toegegeven van de Sar, echt wel om zich heen gekeken en een stevige evaluatie geweest. Alleen, ja, het is net zoals dat bondscoachschap. Het is niet zo dat je nu een kast opent en dat er 5 trainers klaarstaan waarbij je zeker weet. Nee. Die zijn het. Weet je wat, jouw tweet was mooi. Waar is Frank Rijkaard? Was jij toch? Ja. Maar ja, dat is echt een gesloten boek. Hij wil dat absoluut niet. Hij wil het helemaal niet meer, hè? Nee. En dat is ook terecht. Wat is zijn iemand, voor? Ja. De laatste club was, of Saudi-Arabië. En dat was wel mooi, want iemand tweette, omdat ik die foto erbij postte, die van Spanje uitkwam. Moet je kijken hoe gelukkig die is, of tenminste, hij lijkt gelukkig. Nou ja, waarschijnlijk is dat ook mede door die beslissing om geen trainer te zijn. Het is echt heel jammer, maar... Hoe goed is Seedorf, weten jullie denk ik beter? Als trainer? Ja, dat weet ik niet. Ja, nee, maar op basis van wat kan je dat... Ja, dat is lastig. Dat is lastig, toch? Is maar... Het is wel een sterke persoonlijkheid. Ja, lijkt me ergens wel mooi. Maar het is gewoon... Moet je werkelijk wel een hele goede fouttrainer naast hebben, dan kan dat echt. Want hij is wel iemand die zich altijd goed kan... Ja, en ja, natuurlijk, na Marcel Keizer kan je Clarence Seedorf prima verkopen als zijnde Ajax zijn. Dus ja, uiteindelijk, het is jammer. Ik heb wel eens met Simon over gehad. Milan, ja, dat is dan logisch dat je dat vanuit emotie doet en dat je daar vertrouwen in hebt, pakt anders uit en dan, ja, China had hij niet moeten doen en dat was ik zelf ook over eens en dat was stom. Ronald Koeman? Dus daar staat hij er nu ineens slecht op. Ik denk niet, ja, dat weet niet. Ik denk dat Koeman toch gewoon bondscoach wordt. Ja, dat denk ik ook nog steeds wel. En dat zou ook een prima bondscoach zijn, denk ik. Hoop ik ook. Frank de Boer? En Wim is 2. Hoop ik, zou ik echt mooi vinden, ja. Nou ja, Frank de Boer, ja. Weet je, zou ik ook prima vinden trouwens. Nou, als bondscoach. Nee, maar Ajax. Bij Ajax, ja. Oh, nee, ik vind het bij Ajax niks met Frank Boer, maar dat is een zwakte bot. Dan ga je, laten we zeggen... Het is geen zwakte bot. Hij heeft in de afgelopen... zwakte bot. Hij heeft in 13 jaar is hij de enige die kampioen is geworden. Dus hij heeft fantastisch gedaan qua resultaat. Maar ze hadden bewuste keuze met Frank de Boer van... We willen een ander type trainen, want we willen toch wel weer meer vermaak. En ja, ik zeg niet dat je dat nu niet met Frank de Boer kan. Alleen, ik denk dat je dat... moet je dat willen? Ik denk dat... Maar met Frank de Boer was het technisch hart wel veel meer in balans. Ja, hoe kwam dat? Dat gevoelsmatig... Is dat zo? Gevoelsmatig. Ik heb wel eens dat natuurlijk met Jonk en Bergkamp... Maar dat rapport heb ik wel zo gelezen. Dat was wel echt gênant, hoor. Ja, maar hij was... Volgens mij had hij juist meer zoiets van... Nou, ik vind die aardig, ik bemoei me er niet mee.
9 van 10 keer. Vergeet niet dat op het laatst onder hem, met Trustful, ja, dat ging ook niet goed. Nee. Met Trustful en Spijkerman en weet ik wat. Dus ja. Alleen hij, hij op een bepaalde manier ook was van dingen. En ik geloof echt wel dat hij wel een goede trainer is. Alleen, ja, en er was heel veel rust in de kleedkamer, dat hoorde ik ook van spelers. Dus er was best wel veel teamgeest. Weet je, de sociale, de commerciële verplichtingen. Maar er was geen druk van de tribunes, want die sliepen allemaal. Nee, dat is niet helemaal waar. Ja, dat is echt verschrikkelijk hoor, zeker de laatste twee seizoenen. Het spel was niet, men sprak ook hardop uit. Ik vond niks hardop uit dat ze meer vermaak wilden. Dat was niet, het was wel redelijk klinisch. Nee, dat werd het was klinisch voetbal, maar... Ja. Het was wel heel... uiteindelijk heeft het veel de prijs opgeleverd. Ja, maar ja, op het eind, zeg maar. Want je kan altijd ervoor zijn van... uiteindelijk gaat het om die titel en die haalde die, zeg maar. Ja. Maar op het eind, als dat dan wegbleef... Ja, maar dan bleef er even echt nee, maar echt ik ben het daar niet mee eens. Hè, dat het alleen maar om... Ja, dan zeggen ze weer dat ik heel Nederlands ben. Maar ik geloof niet dat je... Wij zaten bij die UEFA League UEFA Cup finale. En dat tweeten wij toch ook, dat je je kapot moet schamen als Mourinho. Dat je die prijs pakt, maar met zo'n sterrenploeg niet goed voetbal kan spelen. Ja, dat tweet ik. Ja, kreeg veel gezeik over. Dat is gewoon, en het gaat niet door de is een typische Nederlandse kwaaltje. Dat is gewoon een 50-50, is dat denk ik qua mening verdeeld. Dat sommigen vinden dat belachelijk en sommigen vinden dat... Maar dat past ook denk ik meer bij de cultuur van de club. Want bij Ajax wil men vermaak en resultaat. En bij PSV... staat men bovenaan, vinden ze volgens mij allemaal prima. Terwijl ze hebben dit seizoen heel veel wedstrijden gespeeld. Dat het er niet om aan te zien is. Nee, ja. Wat? Hetzelfde als de andere. Dat is gewoon gemiddeld Eredivisie. Er zijn veel doelpunten. Er is veel, zijn open wedstrijden. En ook in Eindhoven en ook in Rotterdam willen ze gewoon fatsoenlijk voetbal zien. Jawel, maar daar ligt wel de grens veel minder... Nou, er wordt misschien minder naar gekeken. Maar eigenlijk is gewoon de grootste club van Nederland. Grootste merk van Nederland. Grootste gevolg. Er zit wel degelijk een verschil in. Want zeg maar, in de allerslechtste tijd en in de allerbeste tijd van Feyenoord. Feyenoord speelt gewoon op een bepaalde manier, zeker thuis. En dat is, ja, de Kuip gaat daarachter staan en dat doen ze. En dat is dan soms ja, niet voetbaltechnisch fantastisch. Maar er zit een drive in die wedstrijd. Feyenoord speelt bijna nooit, zeker thuis nooit, een oerzaaie wedstrijd. En ja, het is gewoon... Misschien is het vanuit de supporters anders, maar... Want Siem de Jong zegt deze week ook bij ons, omdat die verschillen PSV... PSV werd ook duidelijk uitgesproken van als we voorkomen, gaan we lekker inzakken en loeren op de ruimtes die we voor onszelf creëren. Hij zegt, bij Ajax is als we voorkomen, is gelijk volle bak vooruit blijven gaan en maar blijven vermaken. Hij zegt, dat is echt een verschil tussen die twee clubs. Ja, maar de vraag is of je niet geen vermaak kan hebben vanuit een... Nee, maar dat is een ander verhaal, daar ben ik het mee eens. Want ik vind Arsenal heeft ooit van Leverkusen gewonnen in een geniale wedstrijd met 32% balbezit. Ah, kijk, 4-1 gewonnen of zo. Champions League. Peter, kijk, dat ben ik het mee eens. Want dat is weer even een andere zijweg. Maar ADO Den Haag, het allermooiste jaar van de afgelopen 30 jaar, toen ze Europees voetbal haalden met Verhoeken, Bulikin, Torreira... Ja. Spoden ze onder Van de Brom gewoon puur countervoetbal. Ja, ze zakten maar countervoetbal in. Kan wel mooi zijn, maar er moet wel tempo in zitten in die omschakeling. En het zag er mooi uit, zag er leuk uit. En bij PSV ziet het dat jaar van Memphis en Wijnaldum en zo, dat was PSV... Ja, geen countervoetbal. Zou je de kosten... Nee, maar hebben het over dit seizoen, hè. We hebben het niet over dat PSV altijd oerzaai speelt. Maar dit seizoen is toch niet echt genieten? Maar goed. Veel goals, veel kansen, veel tegengoals. Ja, ik denk misschien op... Ik denk dat de PSV-supporter elke wedstrijd wel momenten heeft dat ze genieten. Alleen de vraag is of datzelfde voetbal, laat maar zeggen, bij Ajax zou men denk ik misschien kritischer zijn. Denk ook. En in Brabant zijn wij per definitie wat gelukkiger, dus hebben wij wat minder te zeiken. Dus ben je gelukkig met spitsenkoppel Jololo? Vind je dat een marketingtechnisch, is dat een goede in de MSN? Heb ik daar wat moeite mee? maar ik ben wel happy, serieus. Maar ik bedoel... Ze spelen ook met Pereiro nu achter de spits. Ja, vier mensen aanvallen. Dat is ik zeker weet of Lozano iets kan. Ik zag hem vanochtend twitteren in dit weer. Dat hij voor mij misschien voor het eerst in het leven sneeuw zag. Ja, ik ben juist wel benieuwd. Volgens mij gaat hij, weet je, hij weet gewoon dat er nu naar dit soort wedstrijden gekeken wordt. Ik heb trouwens een vraag voor onze Feyenoorder. Het vuurwerk in de wedstrijd. Ja. Goed of slecht? Op de tribune bedoel je? Ja, niet bij jou thuis. Dat bracht ze de overwinning, las ik overal. Goed? Ja. En natuurlijk, het mag allemaal niet en het is gevaarlijk en de UEFA gaat moeilijk doen. Maar het is toch mooi dat Feyenoord, het gaat altijd over het merk Ajax, et cetera. Dat het merk Feyenoord nu in Italië ook... Denk je dat ze daardoor die winnende hebben gemaakt? Volgens Gio wel. En, je hebt het net gelezen, hè? Ik heb het vaker gezegd. Van Bronckhorst, ik neem hem heel erg serieus.
Dus als hij dat zegt, dan is het zo. Ja, hij heeft net geroepen op de persconferentie. Natuurlijk is het niet goed, maar je kijkt er toch naar als coach. Het heeft er misschien een klein beetje voor gezorgd dat we die goal maken. Maar we toch meer, waardoor we toch meer geld binnenkrijgen. Onderaan de streep is het denk ik wel positief. Ja, ik vind het mooi dat Van Bronckhorst dit uitspreekt. Omdat er was ook weer allemaal gedoe over die sfeeracties. Het bestuur deed het moeilijk. En dat is bij Feyenoord de laatste tijd heel veel. Er zijn ook veel minder sfeeracties dan eerst. Omdat het bestuur daar steeds moeilijker over doet. Dan vind ik het mooi dat de trainer bij Feyenoord is. Van Bronckhorst natuurlijk ook echt het boegbeeld. Zich daar zo over uitspreekt. Dus ik denk dat het alleen maar goed is. Ja. Mag allemaal niet. Ik weet het allemaal. Maar ik vond het prachtig. 12. Zijn jullie klaar voor de Engelse wedstrijd van komende zondag? Het wordt wel leuk, hè? Erik ten Hag heeft gezegd, we willen een Engelse wedstrijd van maken. Ja, Utrecht tegen klaar, Feyenoord, wat zeg je? El Amali is nog een twijfelgeval, die leek het wel te gaan halen, maar was nog niet zeker. Nieuwkoop weten ze allemaal niet zeker. Dus de ziekenboeg bij Feyenoord duurt nog even door. Vorig jaar was het Kramertje. Het is een Engelse week. Drie wedstrijden in 8 dagen tijd. Vorig jaar was Michiel Kramer die 3-3 maakte. Laat Robin Ruiter raakte geblesseerd in de wedstrijd. En Jean-Paul Rizon raakte ook redelijk de draad kwijt. Toch? Die is nog steeds boos op Kramer. En die is nog steeds boos op Kramer, ja. Terecht. Dat was 3-1 en in de laatste... 3-3. Ja, Jurgensen ook al 90 plus en daarna Kramer nog inderdaad echt volgens mij 97 kopte die bal nog binnen. Ja, ik ben benieuwd. Wat ik laatst zei, ik ben niet heel erg fan van Feyenoord dit seizoen. Nee. Je kiest het seizoen uit. Ja. Okay. Nou, dit jaar ben even ik niet Feyenoord, mensen. Maar ja, tegen Utrecht, ik vrees met grote vrezen, als ik eerlijk ben. Ja? Ja. Mm. Wat denk jij? Ja, Utrecht vind ik wel echt een goede ploeg. En die ook toen tegen Ajax in de Arena speelde. En Labiat, is ook wel echt een topvolger. Zo. Ja. Ook knap. Nee, ik denk dat Utrecht die wedstrijd wel gaat winnen. Ja. 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 Ja, ja, het is voor en dan zul je zien dat het weer 1-6 wordt of zo. Want dat is elke week dat je van tevoren denkt. Ja, we kregen trouwens eerder in de chat eerder vandaag over Sergio Pat. We hadden over keepers en zo. Moet hij in Nederland blijven? Moet hij lekker naar een Huddersfield Town of een... Huddersfield Town. Ja? Ja man, laat lekker voor het avontuur gaan. Nee, naar een Huddersfield Town, gewoon Premier League, hè? Nee, tuurlijk. Zonder voor Groningen, supergoed voor Groningen. Of voor een Nederlandse topclub. Ze zegt dat Soet weggaat bij PSV, voor de Nederlandse top gaan of voor onderin, middenmoot, bovenin rechterrijtje Premier League. Halverwege rechterrijtje. Nou, nee, joh, okay. Maar voor uit niks gewonnen, hè? Uit niks gewonnen. Het is toch geweldig als je buitenlandse... Ja, natuurlijk. Meemaken en hoe oud is hij het maximaal uit zijn carrière. Ja. Hij is 6'27 of zo, dus dan hoeven we ook echt een leuke keeper. Om maar geen zorgen over te maken. Nee, tuurlijk moet je dat pakken. Nummer 16, hè? Ja, niet zeg hardop. Oh. Maar goed, ik was even druk bezig. Hij deed dan 8 dingen tegelijk zo, hè? Allemaal mensen in de chat. De mensen zijn blij. Ronald Jager, rustig. Ik zeg niet dat Jeroen Soet weggaat, maar bij wijze van spreken als hij weggaat. Dat is al een paar jaar de vraag dat hij toch dat hij weg zou gaan, Jeroen Soet. Ja. Zelf wilde hij Duitsland, toch? Was dat wel? Volgens mij vroeger wat dan nou een competitie leek voor wat hem leuk leek en dat hij koos hij Duitsland uit. Toch hoor je dat wel vaker spelers zeggen, hoor. Ja. Ik weet niet. Ik denk als je niet volledig... Kijk, Pieter Kuipers kan gewoon zeggen, ik kan dit, ik kan dat. Maar als je daar een beetje twijfelt, dan durven spelers niet Engeland zeggen. Dan denk ik toch dat je voor Duitsland gaat. Ik denk niet eens zozeer dat het met voetbal technisch te maken heeft. Duitsland is wel echt een topcompetitie, hoor, die Bundesliga. Mooie competitie. Ja. Echt, man. Ik vind dat echt genieten. Maar ja, dit is alles behalve blinde paniek. Het Europese jaar in ik weet niet hoe lang voor de Duitse clubs. En dat is voetbal ook allemaal Duitsers. Maar er is, ja, zeggen dat kan kom voorbij. Goed land. Ja, ik ga een laatste Brabant grap maken. Maar wij in Brabant zijn ook opgegroeid altijd met Duitse televisie. Ja. Sportshow. Wij het Oost ook hoor. Maar Jeroen Soet komt ook in Veendam. Dus die zit ook niet zo ver van de grens vandaan. Nee, maar dat was echt. Ik had toen we Klaas en Huntelaar een tijd over voor die Duitsland special even klaarmaakte. De Duitsland special ligt nog in de winkel. Is die ja? Is die een aanbieding of moet je nog een week wachten? Dat hebben jullie verbazing. Jullie hebben die toch al lang. Nee? Oké. Okay. Ik heb wel alles. Ik moet zeggen, fantastische voetbal. Alle specials worden altijd goed gepromoot. Ja. Dat heb ik echt niet meegekregen. Duitse voetbal. Maar. Ja, maar er staat met Huntelaar over gehad en die had ook dat sportshow en daar was hij mee opgegroeid en die heeft echt 7 fantastische jaren in die Bundesliga gehad. Maar het is ook denk ik even over Duitsland. Ik heb Yannick Mulder even aan het werk gezet. We kunnen even naar kijken. We hadden het over Ajax gaat naar China, hè? Oh, Bayern en daar is best wel. Ja, laten we even kijken naar Bayern München. Yannick, kijk, dit is de persconferentie eerder dit jaar. 16 voetbalplaatsen. Indoorheim,
eine Spielstätte mit einer Tribüne. All das bietet das neue Areal rund 60 Kilometer von Hongkong entfernt. Ja, finde ich das auch mooi, dass Ajax dann... Parallel zum Bayern Campus in München wird es auch in Shenzhen ein Internat. Ja, het is een klein stukje. Er staat een, op de site van Bayern München, die konden we helaas niet rippen, goed beveiligd. Staat er een hele grote video over wat hun plannen daar zijn. En ik vind dat wel mooi, hè? Want dan is er een persconferentie en Ajax brengt dat best groot naar buiten en dat soort dingen. En twee dagen later zie je dan dit voorbij komen. Dat het ook in die wereld, hoewel Ajax heel erg probeert om aan te haken en dat soort dingen. Ja, is het leuk dat ze het doen, maar eigenlijk lopen ze alweer achter. Nee. Waarom? Het is gewoon schaalgroter. Dit ja? Weet je, dat hetzelfde met alle respect. Een filmpje met tussen nee, jullie. Tussen jullie. Dat filmpje van Ajax. Nee, Ajax van der Sar heeft al alleen gezegd dat, dat ze. Ja, maar hoezo ben je te laat als zij dit nu aankondigen? Nee, maar ik bedoel, Ajax is helemaal niet bezig met een heel complex daar bouwen of iets. Die gaan een samenwerking hebben aan. Hebben die middelen hebben ze er ook niet. En dat is ook. Maar is dat ook zo? Niet. Maar en wat gaat het dan voor hen opleveren of niet? Ik bedoel, ja, weet je, ik vind het echt grootheden vergelijken. Ajax haalt 10 miljoen op in 5 jaar. Ja, maar kijk, dat is veel geld. Laat me niet zoveel voor te doen, hoor. Nee, maar ik bedoel meer zo, als je al in... Het is lastig orde, maar als je 10 miljoen in 5 jaar ook op kan halen, hè, als Ajax zijn op die... Is er dan niet nog veel meer te behalen? Jawel, maar ja, dat is waar. Ja, maar dan is de vraag, ga je middelen nu naar India? Zuid-Amerika? Ja. Nee, maar Ajax of heeft nu volle bak op China, toch? Ja, precies. En nee, ga je de bedoeling is dat ze op verschillende continenten dit gaan doen. Ja. Ajax. Ja. Ajax op verschillende continenten dit gaan doen. En China, hebben ze natuurlijk, ze zijn al een tijdje geleden hebben ze dat ingezet. En ze hebben 6 grote sponsoren vanuit China. Dus het is wel een markt waar geen andere Nederlandse club zich nu op een gegeven moment ADO, maar die hadden net de verkeerde Chinezen. Je hebt 2 Chinezen nu toch op proef? Ja, nee, dit was een beetje een snuffelstage zo, zoals je. Maar ik geloof ook niet dat er een ander merk dat met alle respect voor PSV en Feyenoord dat die dat op deze schaal kunnen. Omdat Ajax is PSV al meer een wereldmerk dan die kwam twee. Daar natuurlijk, dat is de Manchester United doelman. Ronald de Boer was mee als ambassadeur. Nou, dat is een speler van het grote Ajax van Barcelona, dus die komen daar wel binnen. Hoe groot is Philips in China? Heb geen idee. Niet nee, ja, jij is wereldwijd is fantastisch. Ik bedoel, jij als China, jij zit nee te schudden. Ja, jij hebt het even onderzocht. Nee, maar ik bedoel, maar aan Philips, de hand van Philips had PSV natuurlijk wel daar. Nou, Philips, nee, Zuid-Amerika is Philips ook hartstikke groot. En we werken nog, wij mogen rondom die Mexicanen best wel veel campagnes daar draaien. Dat is best wel leuk. Okay. Maar Philips is feitelijk geen business-to-consumer merk meer. Hè. Dat is gewoon, die zit in het ziekenhuis. Dat is hun grootste doelgroep. Vandaar dat PSV-sponsorship voor hun ook minder relevant is geworden. En ze 2 jaar geleden afscheid hebben genomen van het hoofdsponsorship. Niet als sponsor van de club natuurlijk. Dus alleen maar bezig met de technieken, zeg maar, van business-to-business. Nou ja, Philips wil, die heeft gewoon een compleet ander businessmodel dan 20 jaar geleden. Nee, klopt. Ja. Oké, nou ja, goed. Het was meer dat het viel mij. En natuurlijk is het ook lastig om te vergelijken met het idee. Alleen, ik vond het alweer typisch van hoe wij achterlopen in de wereld. Als je het voetballend kijkt, maar ook hoe de clubs zich ontwikkelen. Ja, maar het gebied. Het valt natuurlijk op zich wel mee. En het is toch alleen maar te prijzenswaardig dat Ajax, zeg maar, voor Nederlandse begrippen hetzelfde doet wat een Bayern München doet, veel groter. Maar dat doen ze dus niet. Hoezo? Alleen omdat ze niet hetzelfde gigantische complex uit de grond stampen. Nee, maar zij profiteren van iets wat nu booming is in China met een lucratieve deal. En dat is dan, ja, net zoals de begroting, een x-percentage van wat Bayern München kan. Bayern München schiet over de hele wereld met alles raak. Ik vind hun ding, social media plan, heel irritant, maar het werkt als een malle. Het is overal gigantisch. Ze hebben, geloof ik, in elke grote stad die van belang is, hebben ze een fanclub. Waar die mensen bij de muziek kijken, midden in de nacht in Amerika en over de hele wereld. Ja, daar kan je toch niet tegenop. Wat doen ze met social media dan? Ja. Ik volg ze niet. Nou, ze zijn heel actief met hun Twitterkanaal. En dat is echt gewoon continu de interactie zoeken met andere clubs en dat soort dingen. Zij zijn echt de voorloper daarin. Dus wat Ajax ook doet, even 3 punten op en halen in Den Haag. Dat soort ja, en wat toen fout ja, ging, toch? Maar ja, dat is ook wel makkelijker als je bij de muziek bent natuurlijk. Ja. Omdat het 9 van de 10 keer wat sterker uit. Ophalen in Hamburg. Ja, maar het is ook wel, je moet je daarin ook wel, denk ik, kwetsbaar durven opstellen. Ik vind dat ook leuk, Dortmund, die stond laatst 4-0 voor. Die twitterde dat die verdediger een kopje koffie aan het drinken is. Ja, 4-4, nou die komt keihard terug, maar dat is, ja, daar wordt niemand boos van en dan kan je gewoon is een stukje zelfsport. Dat is gewoon prima. Nee, en dat is wel ik praat over verschillende grootheden. Ik bedoel, John de Mol lanceert Voetbal TV, dat kun jij ook niet tippen met FC Afkicken. Wat je ook lanceert en hoe je ook voor de muziek uitloopt. Inhoudelijk misschien wel niet qua breedte. Nou, hoor. Prima, maar met zijn middelen... Hij liet het even stilvallen. Ja. Maar geloof je erin, in Voetbal TV?
Ja, jij hebt oh ja, we hebben nog Griezelgast. Hebben die discussie nog over gehad. Weet je wat er nog gebeurt? Voetbal gebeuren. Idee van jullie sloegen waarde. Het idee van de KNVB en Talpa Media, Voetbal TV, 800.000 wedstrijden per jaar. Dus uit zijn of 80.000? Nee, 80.000 wedstrijden per jaar. Dus onze wedstrijd, morgen de Kraker op bezoek bij VV Leiden. Ja. Kan dan we kunnen die app-consultatie terug. Was in de nacht waren we aan het tweeten. Ja. Jij lag, aan het appen, ja. Maar dat gaat geen honden kijken natuurlijk. Nee, maar jullie verkijken daar. Jij zei al. Nee. Hij vindt het fantastisch. Ja, luister. Nee, ik vind het fantastisch. Ja. Ik vind het. Dit is slim. Nee. Oké. Was het maar dat ik bedacht had. We hebben wel de techniek trouwens. Dus je zit er wel aan verbonden. Nou, nee. Mag je er kritisch over zijn, zonder dat je maandag op het matje moet komen? Ja, dan mag ik. Maar mag ik iets uitleggen? Jullie kijken en jij ook. Meteen de eerste vraag is bereik. Nee, dat heb ik niet gezegd. Nee, maar dat is toen die vrijdagmiddag. Nee, ook niet. We gingen hier. Nee, Pieter, het ging zeer inhoudelijk over privacy. Onze app-conversatie. Niet aan deze tafel. Jawel, dan heb je niet geluisterd, Piet Kuipers. Ik vind het gewoon een heel stom idee, maar het ging zeker over privacy. Weet je waarom? Hij gaf het nog toe. Hij zegt, iedereen die nu de vrijdagmiddagborrel kijkt, die denkt, oh Jordi Amali, zo'n leuke Turk. Ga morgen kijken. Geïntegreerd. Nou, ga een keer bij Diemen 2 kijken op een zaterdagochtend ergens in de krochten van Amsterdam. Nou, je denkt, wat zie ik hier? Nee, maar dat is op zich wel... Dat vind ik dan wel grappig. Toch? Ik overdrijf niet, hè? Dat vind ik wel een grappig idee. Nee. Je gaat er... Nee, maar het gaat er juist over dat je relevant bent voor een hele kleine doelgroep en dat de techniek dat mogelijk maakt. Ja, en dat je niet meer een grote. Hoe kan je hier achter staan als je nadenkt over hoe je het publiek moet verjongen in stadions en mensen naar het stadion moet krijgen? Nu geef je ze weer een reden om te komen. Opa en oma niet eens meer kijken, want die kennen het op een iPad kijken. Nee, dit is het relevant maken van datgene wat een kind doet en waar jij misschien als opa en oma niet meer in staat bent om naar de wedstrijd te gaan of überhaupt verder weg woont, is gewoon het feit dat jij je kind kan volgen. Dat jij dingen kan delen in jouw eigen kring. Als jij een wereldgoal gemaakt hebt, daar gaat geen 100.000 mensen naar kijken. Dat is helemaal niet de doelstelling. Maar je kunt hem wel in je WhatsApp-groepje delen. Maar heb je dan samenvattingen of echt hele wedstrijden? Ja, feitelijk wordt een hele wedstrijd geregistreerd. Oh. En getagd, een bal wordt gevolgd. Die techniek is zo slim dat zij ook kunnen taggen. En jij kunt dus op de velden waar die camera speelt, die heb jij gewoon het hele jaar door. Ook tweede elftallen. Tweede elftallen, zevende elftallen, voor iedereen is dat beschikbaar. Die privacy discussie, ja, ik snap echt niet dat zo'n issue is, want op het moment dat jij daar niet voor tekent of daar niet mee akkoord gaat, word jij gewoon niet online gezet. Ja, maar dus wat, dan wordt die hele wedstrijd niet uitgezonden. Ja, op het moment dat jij dus als één vader het hele seizoen verbiedt dat zijn dochtertje wordt uitgezonden, wordt er nooit een wedstrijd uitgezonden. Dan is dat feitelijk. En als dat één team, jongen... Nee, maar dan is dat team, op dat team, als zij in de E7 van LSV... We hebben geen jeugdteam. Leidse studentenvoetbalvereniging. Je beter inlezen voor je vader. Nee, maar je hebt klein, het zevende eerst, dan wordt dat niet uitzonden. Omdat eentje mee... Ja, maar dus jongens, als je elke... Ik snap echt, in godsnaam, daar gaat helemaal nergens over deze discussie. Jullie zoomen in op een punt wat geen issue is. Want op het moment dat die vader echt kwaad wil, wordt dat niet uitgezonden. Punt. Maar die vader wil helemaal geen kwaad, want er zit waarschijnlijk weinig afbreukrisico aan. En op het moment dat hij één specifiek incident van online wil halen of niet online wil hebben, dan gaat het er ook af. Nee, maar als het eenmaal online is, dan komt het nooit meer weg, hè? Nee, maar dit is een beveiliging. Ja, het zijn er wel beveiliging. Jongens, denk je niet dat deze vragen getackled zijn door deze door mensen die dit ontwikkeld hebben? Ik ben ik vind het in ieder geval prettig dat wij niet mee hoeven doen. Dit is niet echt heel erg... Ik zie hier ook niet het probleem in. Nee, dit ik is zie echt, meer het probleem is dat in. Dit het probleem dat is het, we hebben nu bij ons elke week een samenvatting online. Ja... Ja, dan mogen ze ook wel, dan mogen ze wel even trouwens, als je zit te kijken, Henny Cambier, je mag wel hier een paar keer montagelessen gaan. Maar 15 minuten uitzenden van een derde klasse wedstrijd. Nou, montage, je moet het wel een beetje bij naam noemen. Het voetbal is gewoon niet om aan te gluren. Nee. Met hele amateurvoetbal bijna niet. Nee. Snap je, de topklasse daar, de rest, snap je, dat is gewoon... Als je langs de lijn staat bijvoorbeeld, of je doet mee, denk je, zo, dat is best wel aardig wedstrijd. Als je langs de lijn staat, denk je... Oeh, schiet niet erop. En van boven. En als je het op een televisie ziet, dan denk je, hoe is dit mogelijk? Ja, maar iedereen heeft een zak cement in zijn bloed. Maar iedereen denkt wel leuk. Alleen... En dan nog even één dingetje voor jou. Dit komt uit de chat, dat zag ik niet. Nee, helemaal niet. Nee, maar dit heb ik vorige keer voor mij ook al aan jou gesteld over... het is iets commercieels. Ja. Dus de Mol en de KNVB verdienen geld over de rug van ons. Zeg maar de voetballers. Hè? Wat verdienen wij daar dan terug? Nou, de Mol zou feitelijk techniek kunnen verkopen en dat soort zaken aan clubs. Clubs verdienen over jouw rug. Ja. Want zij schaffen zo'n camera aan.
En zij kunnen daar een verdienmodel onder leggen. Wat misschien ervoor zorgt dat jouw contributie, hè, want dat is ook een hot item al jarenlang, omdat die exponentieel stijgt, omdat clubs het niet meer kunnen bolwerken, omdat gemeenten zich terugtrekken, zij kunnen hiermee een potentieel nieuw verdienmodel aanboren. Door lokale sponsors op een andere manier dan een bord langs het veld zendtijd te geven of relevant te zijn rondom boodschappen, rondom dat tv-kanaal. En nogmaals, komen jullie weer in de privacy-discussie, daar kun jij nog steeds als lid iets van vinden. Maar je kunt ook als lid denken, met elkaar, verdikkie, dit gaat misschien wel waarde toevoegen aan onze club. Jullie benaderen het heel negatief. Terwijl wij benaderen het heel realistisch. Nou, dat is helemaal dus niet realistisch. Heb jij hem ooit zien voetballen? Daar gaat het dus niet om. En dat hoeft ook niemand verder te weten. Maar dat, ik heb gewoon... Ik ben een hele andere jongen op het veld dan buiten het veld. Ja, maar dat vinden ze ook wel weer mooi. Dat is ook wel mooi. Ja, oké, okay, maar ja, dat vind ik dus ook een ik had het toen wel erop. Ik heb overtredingen in mijn leven gemaakt. Dat kan je garandeerd zeggen dat je maandag op één staat bij de dumpertoppen. Daar heeft toch niemand zin in? Nou ja, of dat jij dat hele bestuur van, hoe heet die Turkse club? Nee, dat hoeft niet naam bij de naam niet hoe te noemen. Hoe heet die Antalya Spor, hoe heet dat? Dat maakt niet uit, maar... In het Turks even duidelijk maken. Nee, dat is gewoon, En dat kan aan mij liggen, want misschien een heleboel mensen doen het gewoon. Ik denk dat je daar wel... De techniek is er al. In hockey wordt het al een aantal keer gebruikt door... Daar is ook automatisch geschikt voor de hockeywereld. Komend seizoen kan het gewoon... Er zijn toch ook gewoon idioten met een stick bij Amsterdam 4 op zondag? Nee, maar die komen toch ook op zondag, die gewoon een zware zaterdagavond hebben gehad en die staan met de hockeystick met Amsterdam 5, Hurley 13. En die denken, oké, dan loopt iemand voorbij, een rat. Wanneer heb jij, misschien wel. Ik ken die wereld niet zo goed, maar ik heb nog nooit iets in de krant gezien van een hockeywedstrijd geëscaleerd. Hockey kent natuurlijk echt de gemolesteerd. Ja, precies. Nee, maar jongens, jullie twee zijn exponenten van deze tijd. Groot ook in bereik en social media. En hier met online tv, of tenminste. Ik heb het gekocht, maar dat is... Ik snap jou. En jullie gaan nu ageren tegen privacy. Ik zie het probleem totaal niet. Ik ben het ook mee eens. Dit is voor een club, want is dit een waarde. Een enorme investering in waarde. In de jeugd van Lugdunum, de club Beleiden, waar ik een tijdje actief ben. Waar wij het veld van huren. Daar hadden ze op een gegeven moment die plaatjesactie bij supermarkten. Dus moest je ook van lokale mensen. Ook officieel moest je dan aan alle ouders van de hele jeugd. Ja. Die hadden toen 200 jeugdleden. En er was één ouder, die had twee kinderen zitten. En die wilde dat niet hebben. Dus twee van de 200, die kon niet op een plaatje. Nou, dat was verder prima. Die andere 108 leek wel. Ik denk een beetje dat dat de verhoudingen zijn. Ja, maar dat zijn kinderdagverblijven, waar moet je ook tekenen voor? Kijk, laat ik het zo zeggen. We gaan echt te makkelijk voorbij dat er ook dingen op voetbalvelden gebeuren die niet... Dat zou ook een positief effect kunnen hebben. Maar Pieter, zal ik nou even iets zeggen? Dat iemand een dochter of een zoon of een Jordi, een volwassen man, in ieder geval qua leeftijd volwassen, dat die dingen doen en dan zeg jij wel, dan halen we het weg daar. Maar zo werkt het internet niet, hè? Nee, maar de feit is een livestream of wordt het later op de website geplaatst? Dat is één. Ja. En de tweede is, wordt het misschien niet ook, heeft het ook een positieve plus dat alles, een positieve kant, sorry, dat alles uitgezonden wordt? Gaan we misschien niet normaal gedrag vertonen op het moment dat er een camera op staat? Ja, of je gaat juist raar gedrag vertonen. Ja, maar in de regel is het zo dat op het moment dat iemand meekijkt, we normaal gaan doen. Van Gaal heeft ooit gezegd, maar op die grote schermen in het stadion moeten wij herhalingen van grove overtredingen, moeten wij eigenlijk op dat scherm afbeelden, want dan ziet het publiek meteen wat er aan de hand is. Dat keurt de FIFA en de UEFA niet goed, maar feitelijk is dat wel wat er is. Op het moment dat je het zichtbaar maakt, worden mensen gaan dan ineens misschien wat meer nadenken. Ja. Maar, is de volgende stap? Nee, maar hoe kwalijk is het? Nee, maar want laten we wel wezen, de laatste 10 jaar is voetbal, de excessen rondom voetbalvelden, enorm gestegen. En hoe komt dat? Omdat we allemaal vinden dat, of we nou het 7e elftal zijn van Schrubbeke te Veen, de kwartfinale Champions League aan het spelen is op zondagochtend. Mm-hmm. En het slaat helemaal nergens op. En volgens mij is met dat je dit soort dingen gaat toevoegen, dat je tegenstanders ook gaat kennen, dat je weet dat je dingen gewoon voortaan zichtbaar zijn. Ik geloof echt dat namelijk... Ja, zelfs een soort van... Die discussie in de breedte natuurlijk, dat is ik begrijp, waar je vandaan komt. En inderdaad, het zou heel mooi... Maar dan ga je echt over materie praten waar volgens mij ze in de politiek niet eens uitkomen. Van, uiteindelijk wil ik gewoon niet gefilmd worden. Ik speel misschien wel een seizoen dat ik nooit iets geks doe, maar alsnog vind ik het niet prettig dat iemand het vastlegt. Voorgoed en dat het tegen me... Wie weet dat je, van achter een tackle maakt en dat het hele kwalijke gevolgen hebt. En dan is er... Even voor jou, hè. Dus Jan, doet hij wel vaker, meldt zich ziek bij ons.
Ja. En niet reageren. Hap nou niet zo. Hap nou. Ik zie het eerste die ik zie. Eerste die ik zie, hap niet zo. Jan meldt zich ziek. We hebben het eigenlijk helemaal niet over. Eerst ooit. Ja, en ja, wordt wel gefilmd, want hij voetbalt. Waar voetbal je? Nee, nou ja, ja, hij voetbalt. Het zijn allemaal dit soort dingen, Pieter. We gaan echt alles van tegen. Ben je, nogmaals, jij bent jij als geen ander bent een exponent van dit tijdperk en je gaat nou ageren tegen. Nee, helemaal niet. Maar want ik, luister, ik kan ben ook heel op social media snapchatten dat ik op een feestje ben. Maar daar kies ik zelf voor. Ja, daarom. Dat is de keuze. Zelf voor. Nee, oké. Dus elke keer als ik vind, oké, ik heb geen zin om gefilmd te worden, geldt het voor 22 man. Nee, dan moet je gewoon maar nadenken dat je weet dat je vooraf getekend hebt. Hoezo? Ik wil gewoon voetballen. Ik wil gewoon voetballen. En dan moet ik me nu dus ongeschikt maken aan de camera's. Dus ik mag niet meer gewoon voetballen. Ja, maar dit is toch echt werkelijk. Nee, maar Pieter, ik bedoel meer om te zeggen. En dan wil ik niet meer gefilmd, dus ik wil niet meer voetballen. Ik wil gewoon voetballen, maar jij zegt, ja. Dan, dus je kunt niet meer gewoon voetballen? Nee. Nogmaals, je hebt er kans om ook nog op een ander veld. Hè. Ze hebben niet over al die velden camera's hangen. Hè. Dus met dat jij met jouw Pieter, spelen, het niet idee op dat is natuurlijk spelen. Wel uiteindelijk dat elke wedstrijd in Nederland zichtbaar wordt voor iedereen. Nee. Nee, dat ze gaan gewoon keuzes maken. Of is het als het succes is dat ze het gaan overal gaan doen? Nee, het gaat erom dat feitelijk zouden zij graag willen. En volgens mij is dat al die voetbalclubs en maar eigenlijk alle sportverenigingen in Nederland over zo'n systeem beschikken. Om inderdaad de waarde daaruit te kunnen halen en meer relevant te zijn voor een leden en voor een lokaal dus ook doen bijvoorbeeld dat de club doet de mooiste goals van het weekend. Dan pakken ze van een team. Kan ook. Maar dit is natuurlijk een discussie. Dit is niet alleen een voetbal, maar over andere, alle privacy-discussie. Ja. En ik ben, laten we zeggen, meer dan misschien dat wij een beetje de naïeve provinciaaltjes tegen de Randstad hier. Maar ik zie ook totaal geen. Omdat je gewoon geen kwaad persoon bent, was ik wel een soort. Vroeger vanuit het standpunt. Jordi, jij bent van mij mogen ze alles weten, want ik heb niks te verbergen. Maar dat is een heel slecht standpunt in deze hele discussie. Nee, maar je zegt over het fanatisme, dat je af en toe iemand neerschopt, dat je scheidsgoud. Ja, weet je. Was het maar alleen maar zo. Daar schrikt niemand van. Je bent Freek Jansen. Ik nodig jou graag een keer uit op zaterdagochtend die met twee te gaan kijken. Je molesteert toch geen scheidsrechter? Nee, maar zover gaat het niet. Maar laat staan van wat een ander vindt. Ik kan er zelf van schrikken. Dus waarom? We gaan hier niet uit. Laten we het gewoon een keer gaan kijken. Ja, toch? Kom, laten zien. Matchday TV. Matchday.tv. Kun je al... Ja, maar dat is nu... Dat is hockey, dat is al live, dat is al een jaar lang actief. Dat is toch waar die wedstrijdbal niet goed gevolgd wordt? Ja. Maar oké. Maar goed, we zijn eruit. De man die het voor elkaar krijgt dat er bijna een miljoen mensen nog steeds Utopia krijgen, dat is al... Utopia is in opstand. Is het in opstand? Ja, want? Ze willen door. Oké, maar dat kan toch ook gewoon zonder camera? Ja, dat zijn de mensen ook. Hier, we bouwen gewoon ergens in de Flevopolder. Ga dan lekker zitten op 2 hectare en val ons niet lastig. Dat zijn niet vaak met elkaar eens, hè? Laten we even kijken, want we hebben natuurlijk gevoetbald ook dit weekend. Met camera's. Ja, zeker. Voetbal ook geen bureau. Oh. Ja, nee, laten we even kijken. Want eerst het wedstrijdprogramma, prima. Een heerlijke derby om mee te beginnen. Vanavond om 8:00 Willem II tegen NAC Breda. Ik hoop zo dat Tom Haaien Jan in de 92e minuut scoort. De winnende. Nou, de kans is groot, hè? Oh, In 4 van de laatste 6 Eredivisie ontmoetingen tussen Willem II en NAC werd er een doelpunt gemaakt in de 80e minuut of later die de wedstrijd besliste. Ja, Tom Haaien heeft afgelopen zondag bij ons in de uitzending geroepen. Mocht hij dan in de 92e minuut de winnende maken? We hadden Tom een beetje aangesproken dat het ons zo opviel. Tom, zo'n rustige jongen die helemaal uit zijn plaat gaat als hij een goede assist geeft of een goal scoort. En toen zeiden als ik in de 92e minuut een goal maak, dan schop ik alles kapot. Alles gaat kapot. Dus we zitten er al klaar voor. 92e minuut, Tom Haaien en de 1-0. Hoe lang gaat Stijn Vreven het nog volhouden in Breda? Of gaan ze die gewoon het hele seizoen af laten maken? Was mispeertje van VU Online deze week. Wat dan? Oh, wat was het? Goed stuk van Dolph van Aert. Maar verkeerde kop. Nee, plaatje. Photoshoppie toch? Photoshoppie erbij. Jongens. Photoshoppie? Ja, er zit een Photoshoppie bij om het aan te jagen. Hoe heet het artikel? Iets met gangster of zo. Gangster nak? Ja, dus het was Stijn Vreven met een bril en een pet en een joint in zijn mond. Wat? Nee joh, maar het staat niet op de site toch? Op Facebook Twitter, of zo? Twitter. Wow. Ik kijk alleen maar op Twitter. Ik heb geen Facebook. Okay. Jij hebt je Facebook verwijderd, hè, Jordi? Hè? Je hebt je Facebook verwijderd. Ja, dat was best wel een moeilijke klus, maar mede dankzij jouw hulp is dat gelukt. Privacy gewonnen. Nee, het is geen privacy ding, maar ja, Tinder heeft zijn werk gedaan, dus ik had het niet meer nodig.
Ik denk dat die tweet ook weg is. Ja, dat kan, ja. Ik weet. Wie maakt de photoshops bij jullie? Weet ik ook niet. Hebben jullie recentelijk iemand van het AD opgenomen? Hou nou eens op, man. Jongen. Het is helemaal gewoon nog niet één uitzending gelukt om het niet over het AD te hebben. Prima, kut. Huh? Nee, ja. Ja, ik kan het niet vinden. Ik vind het, en dat is ook wel, en dat heb ik ook wel eens later in een gesprekje, dan reageer je zeg maar naar de journalist, want dat is automatisme, omdat het bij zijn artikel staat. Maar die journalist heeft dus geen inspraak daarop. En dat vind ik wel iets raars. Dat is dat Dolf dat schrijft en dat zij bepalen, nou, dit vinden wij leuk, dit doen we erbij. Ja, ik vind dat jij best dat wel inspraak, jij mag daar best wel... Dat is nu ook iets waar we nu, zoals laatst met die puzzel van Ajax, dan heb ik wel echt met die vormgever gezeten van wat nou mooi is om daarbij te doen en dat de spelers die spelen ja, vaste stukjes. Ja. En dan kun je moet daar wel invloed op hebben. Ja. Want anders, precies wat je zegt, het is steeds meer beeld, dan kun je heel de inhoud helemaal wegdoen, ja. Waar komt het aan? Dat is gewoon buitenland denk ik toch? Engeland? Wat? Photoshoppies en dat soort dingen, van kranten en tijdschriften. Weet ik niet, want volgens mij, ja, het zijn hele schreeuweren in Britten. Die Engelse tabloids, maar die zijn heel schreeuwerig, maar niet per definitie in elkaar geknutselde Photoshop, volgens mij. Nee, het zijn meer, die doen meer met titels, hè? Ja, precies, met hele gekke koppen en natuurlijk paparazzi-foto's. Maar ik weet niet, ik ken het eigenlijk niet van andere landen, zeg maar, wat we in Nederland wel eens proberen. Ja, jij Jan? Ja. Volgende wedstrijd nieuw. Welkom aan de wedstrijd. Ja, oké. Ja, Heerenveen tegen VVV Venlo. Ja. Ja, Heerenveen, statistieken Jan. Laatste 8 wedstrijden 1 keer gewonnen maken. Oeh, gaat niet goed. Ik dacht, jij komt daarmee toch? Nou ja. Torsby is uit de basis. Mijn Scurrito gaat naar de kloten. Ødegaard geblesseerd voor mij. Scheppel staat toch? Onder druk hoor. Ja, staat hij echt onder druk? Ja, natuurlijk. We hebben het tweede seizoen zelf vorig seizoen al, toch? We staan nu gewoon achter waar ze horen te staan, toch? Ja, maar nu aardig gestart. Daarna ook helemaal in elkaar gevallen. Topscoorde op de bank. Ja, maar dat werd wel tijd, toch? Nee, oké. Maar goed, hij is natuurlijk wel heel erg aan het zoeken. Nou ja, als je van VVV thuis verliest, dat is hetzelfde als Ajax van PSV bij Keizer gaat verliezen. Dan gaat die druk wel toenemen, hoor. En dan, ja, oké. Maar, ja. Wat zouden jullie voorspellen? Ik vind het moeilijk om te voorspellen, maar ik zou niet gek opkijken van VVV. VVV verliest niet. Ja, zou je niet heel veel voor krijgen, maar het kan. Ik zal even kijken wat onze vrienden van Toto daar hebben staan, voor VVV verlies niet. Dan kunnen jullie gelijk kijken naar de best voetballende ploeg van Nederland. AZ Heracles. Ja. AZ wint het wel. AZ man. AZ die hebben hierna zo. Hebben ze twee mooie potjes. PEC uit door de week, Ajax thuis het weekend. Dus volgende week wat we voor AZ... Ja. Ricardo van Rijn centraal achterin, hè? Ik weet niet, volgens mij is het hier voor de eerste keer geroepen. Maar Wuit is geblesseerd, dus Van Rijn nu centraal. Weet je, hij was hier afgelopen maandag, kwam hij een kop koffie drinken. Terwijl wij bezig waren met alles mag op maandag. Toen zei hij, mijn pech is dus eigenlijk geweest. Ron Vlaar raakte geblesseerd. En hij was net niet wedstrijdfit. Oh, ja. En toen kreeg die Griek... Hatzidiakos. Dat is een Nederlander, maar een Griekse voorouders. Pantelis Hatzidiakos. Maar hij heeft ook een Griekse paspoort, toch? Hij heeft Grieks en Nederlands. Ja, hij is een Nederlandse... Maar ik toch hopen dat hij Grieks bloed heeft, ja. Maar wel of in Nederlands. Van Hatzidiakos. Zit hij in een voorselectie van Nederland of van Griekenland, jeugdteams? Voor mij Grieks, toch? Ja. Ik hoor Maurits Hiltus roepen Griekenland, dus Oké, maar goed. Anyway, dat is Ricardo van Rijn. Ik had weddenschap met Joris van Overheim verloren. Dat hij voor 1 december centraal baas zou staan. We zijn nu een week later. Dus wel leuk. Ricardo van Rijn terug in de Eredivisie en eigenlijk op een plek daar die alleen in de jeugd heeft gespeeld. Bij Ajax, centraal. Ben benieuwd hoor. Ja, maar wel leuk. AZ, ja. Leuk. Ja, als zij dit vol kunnen houden tot... Tweede worden... Oh, is dat nieuw? Tweede worden is heel mooi. Ja, joh, tuurlijk. Dat is hartstikke knap. Toch? Ja. Al die jonge gasten. Excelsior Pack, 2 overachievers. Het is trouwens 2-11. Oh. VVV. En dat kan je ook doen met handicap 1-0, dat is ook 2-11. En bij Unibet? 0-1. Handicap voor VVV. Wat zeg je? Handicap voor VVV, dus... Ja, 0-1 zeg maar. 0-1 en dan VVV winnen. Oh. Ja? Toevallig dat het zo is. Je maakt een grapje toch? Ja, dank je Freek. Hé, ik zie hem zo Ik heb hem ook niet door. Maar ik dit is een ervaringsdeskundige. Ik doe niet aan weddenschappen.
ik snap wel die grapjes, ik weet nog niet handicap. Ik had ze gisteren allemaal goed, hè? Gisteren goed. Lekker. En wat kunnen we hier? Nou ja. Moet je wel mee doen. Moet verder ook niet, maar het was even een. Dan Excelsior PEC Zwolle. Kunstgraswedstrijd. Ja. PEC geniepig. PEC geniepig? Ja. Zijn mak. Ik weet wat ik wel echt. Het is natuurlijk al een discussie die al jaren wordt gevoerd. Door mensen hier in de show, mensen die langskomen, mensen bij het amateurvoetbal die naar het profvoetbal kijken, fans, het Algemeen Dagblad, de hele petitie, over kunstgrasvoetbal. Ja. Maar ik vond het dus mooi dat voetballers gingen het hier afgelopen maandag ook voordoen, dat ze soms het gevoel hebben als ze tegen kunstgrasspelers spelen, dat ze tegen zaalvoetballen spelen. Ja. Dat je in december gewoon een bal onder je voet haalt en dat ze denken, hoe kan dat nou? Dat zouden wij nooit doen, zeg maar. Dat is ook wel. Je ziet ook wel dat bijvoorbeeld Heracles, vind ik wel echt. Pek ook wel een beetje. Heracles echt. Spelen heel anders voetbal. Kunstgrasvoetballers scout. Kijk naar al die jongens die daar hebben gespeeld. Overtoom. Wie zat er nog meer? Die dan naar AZ was gegaan en daarna helemaal. Was nog gespeeld van Heracles naar AZ. En het ging ook helemaal niks. Werd ook helemaal niks. Wie? Bellassani. Moet wel even. Als je praat. Bellassani, Overtoom vind ik van die voetballers. Dat vind ik wel van die op kunstgras. Echte kunstgrasvoetballers. En zo vind ik dat Heracles altijd wel meer heeft. Ja, ja. Zit er wat in? Ja, nee, klopt. Ja, ja. Ik wil onzin. Jij vindt onzin, hè? Ik vind het extreem lastig. Ik denk al 2 jaar mijn mening aan het bepalen in dit speelveld. Maar je bent wel mee eens dat het veel mooier is als deze. Je ziet deze 9 duels als die allemaal op gras zijn. En ook als allemaal. Het, ook al zou je nu op een wit veld met de oranje bal spelen, geweldig toch? Ja, maar dat is niet zo. Dus weet je, dat vind ik zelf als dat is zo'n aanname. Dus ik weet het niet. Weet waarom? Je, ieder kind in Nederland, en ook overigens in omringende landen, heeft gewoon tot, bij Feyenoord bijvoorbeeld, tot aan de selectie, nooit op gras gespeeld. En dan ineens het heilige kuipgras. Die zijn gewoon gewend aan kunstgras. Ik hink echt nog steeds op 2 gedachten. Nee, serieus? Prof is gras, ja? Amateur is kunstgras. Ja, El Kayati ook een absolute zaalvoetballer. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Maar ze hebben natuurlijk meer. Ja. Ah, natuurlijk ook een paar. Maar ben je het niet? Maar lang leven het, jongens. Ik weet het niet. Lang leven de chat gras, trouwens. Sorry. Ook in de jeugd. Prof, schoon gras en amateurs kunstgras. Syriakos, zowel voor Griekenland, jeugd gespeeld als Nederland jeugd. Ja, nee, en weet het, ik weet de Ricardo van Rijn gedeputeerd als centrumverdediger bij Ajax. Ja. Ja, zegt hij nu. Ja. Wat spectaculair. Thanks, save for the Jongen. Geen idee, man. Leuke vraag. Zien we komende zondag. Of misschien wel zaterdagavond, ergens weer een ouderwets Eredivisiewedstrijd met een geheel wit veld. Ja, gaat het heel hard sneeuwen? Geen idee, maar ik denk dat als je een van die... In Enschede sneeuwt het altijd, ja. Hè? Ja, op de tribune. Twente-ADO op sneeuw. Dat zou mooi zijn, ja. Ik vind het geen Twente-ADO. Hey, vind jij dat niet mooi? Dat vind ik wel iets... Sneeuw? Wit veld? Fantastisch, man. Ja, maak me nooit druk om het weer. Het is iets waar je geen invloed op hebt. Nee, maar het is... Ja, maar daar denk ik ook niet over. Ik maak me niet druk over het weer. Ik kijk gewoon het voetbal. Ja, maar zie je, ik sta onder het weer. No. Heb je dat niet thuis? Of moeten wij geen paraplu meenemen? Heb jij de laatste dagen wat weinig geslapen? Ja, dat sowieso. Jongen. Het is ook niet zo dat hij beweert dat hij er wel invloed op heeft. Nee, wij vinden het gewoon mooi. Het is nou leuk die 2 keer van jaren. Ik heb geen idee. We kunnen beter stoppen sinds, sinds we die cameraatjes van John hebben afgekraakt. Komt niet meer goed. Hij kreeg net een happy van de mol, hè? Ja. Hey, maandagochtend 8:15, hè? Jij, ik denk, hup, stekker uit dit programma, denk ik. Toch? Laatste keer dit gewoon. Hij koopt ons en dan gewoon zegt dat we niet meer mogen komen. Elke vrijdagmiddag gewoon om 12:30 die vrijdagmiddagborrel alleen al zwart. Gewoon zwart beeld. Een banner van Match Day TV. Ja, nou, Twente ADO dus in de sneeuw. Prachtig. Nee, Verbeek kan niet ook tegen de kleine clubs. Ja. Dat kan niet ook tegen de grote Maurits, clubs. Dat is een beetje het verhaal toch van jouw Twente onder jouw Gert-Jan Verbeek? Nou, wat ik al zei, wat je vorig jaar ook al zag met Twente als ze tegen de toppers speelden, dan ze voelden zich echt op het gemak als ze lekker konden ingraven, een beetje counteren. En dat zag je tegen Ajax, zag je tegen PSV. En dan Heerenveen zakte zelf ook in tegen Twente en dan moeten ze het spel maken. Nou, en dan zit je, dan kijk je nog liever naar Teleden, want dan ziet het er niet uit. Okay. En ik denk dat ADO, als ADO morgen gaat ingraven met snelle buitenspelers en Twente zal moeten, de volle bak, dus ze moeten wat laten zien, ben ik heel benieuwd of ze nu resultaat kunnen halen. Ja, je wordt elke week voor de uitzending altijd mee gepest door onze grootvriend Jordi Amalie dat je volgend jaar met FC Twente in de Jupiler League speelt.
Ja, maar het is toch maak mooi, je daar man. Zorgen over? Zo'n seizoenetje alles winnen. Je staat nu nog op een PD-plek. Nou, kijk, ik maakte me er wel zorgen om, maar toen kwam het tegen... Ja, ga door. Het kwam de uitwedstrijd tegen PSV en nu ook tegen Ajax. Dus dan zie je ook wel dat ze strijd kunnen leveren. En dan zien spelen ze ook echt goed. Want ik vond Twente tegen de Ajax tweede helft echt goed spelen. Ja, hij heeft natuurlijk ook met de zwakte van de Ajax te maken die helft. Maar Twente speelde echt goed. En toen had ik zoiets van, ja, je bent gewoon beter dan Excelsior, VVV. Je hebt gewoon meer kwaliteit. Excelsior? Zo! Beter dan Excelsior? Nou! Oké, okay. Nee, tot zover de bank zitten. Ja, ik wilde, hij moet eigenlijk gewoon at the young bank zitten. Dat is wel leuk geweest. Ja. Maar goed, oké. Okay. We hoeven zich nog niet druk te maken in Enschede voor een jaar Super League voetbal. Of hoe heet het volgend jaar? Geen. Lars van Velsum League. Nee, nee, ook voetbal. Is niet leuk. Nee. Twente is mooi. Ja, oké. Okay. Roda, Groningen ook overslaan. Wel. Ja? Overslaan. Gewoon KNVB bellen, haal er maar uit. Nee, maar het is wel. Het is wel, ik ben benieuwd dus met die spits. Shaheen, met die thuisgebied. Ja, dat is nee, ja, nee, precies. Die reactie. Die dat, het was een heel lullig woord, vond ik in het Duits, dat uitfluiten. Gefluffel. Onder een volwassen man de hele tijd gefluffel te horen zeggen, dat vond ik heel stom. Maar hij had wel gewoon gelijk. Ja. Maar ik vond het heel mooi, die Belg die we hadden in de uitzending, die de winnende goal maakte. Ja, die zat er heel erg tussenin. Ja, het is zijn eerste doelpunt. Ja. En wij zeiden, nou ja, wat vind je daarvan? Ja, nou kijk, ik begrijp de speler, maar ik begrijp ook de fans. Ja, die denkt ook. Ja, nou, als ik de kleedkamer binnenkom. Ja, maar dat was wel top, want die gozer gewoon baas spelen en er gewoon lak aan. En die vertelt gewoon zijn vrouw. En ik vond dat echt een legitiem verhaal. Want absoluut. Hij zegt, wij zijn niet goed en we hebben alles nodig. Ga dan niet vanaf... Ja, we weten ook wel dat we niet altijd naar dezelfde kleur spelen. Maar ga ons niet de hele tijd uitfluiten vanaf het begin. Nee. Nou ja, terecht. Maar er zijn wel echt een paar lekkere wedstrijden dit weekend. Want die van 2:30, heerlijk opwarmertje voor de kraker voor 4:15, is natuurlijk het heerlijke wedstrijd tussen Sparta en Vitesse. Oh, leuk. Je bent zo showman. Utrecht Feyenoord. Wilfred. Ja, dat wordt zo mooi, toch? Ik denk dat echt, als het dit weer is, vol, nou, dat zal wel redelijk vol zijn, de galgen waard. Ja, dan wordt het wel echt een heerlijke wedstrijd. Ja. Beide ploegen die er vol op gaan. Even trouwens wel terug naar Roda en Groningen. Ik vind Groningen gewoon een mooie club. Ik baal een beetje van dat die zo slecht spelen. Nou, of heb ik dat alleen? Nee, maar het is wel echt slecht. En die anderen zijn ook slecht. Daarom dacht ik van... Nou, weet je waar ik mee... Zij hebben echt... Ja, het is bijna onmogelijk als je de beginjaren kent van de Euroborg. Dat was echt een fantastisch stadion. Kolkend. Maar dat is... wat daar. Nou, mensen hebben geen zin meer. Sfeerloos is, dan is het wel... Ja, dus, die komen gewoon niet meer. Maar het is wel mooi hoe ze daar wel weer op zijn Gronings nu met Robben, met de hoofdsponsor Peet en met Noordlies. Het gaat in ieder geval iets doen. Ja. Ze zijn wel weer bezig en dat is wel, daarom zeg ik Groningen stond is gewoon een mooie club. Onder de spok eindrijden, maar... Had je begrip voor de uitnodiging van Hans Nijland aan Paul Pogba? Nee, maar je weet hoe dat is gegaan, toch? Nee. Nou ja, dat Hans Nijland liep bij Richard van Elzakker binnen en die had een idee. En de toenmalig technisch directeur Peter Jaltema was op vakantie. En die krijgt een appje door. Oh, die dacht, leuk, intern is dat. En toen stuurde hij ze terug naar zijn dochter. Oh, leuk, wat leuk, intern. Zei zijn dochter, nee, dit staat nu op internet. Dus die hebben gewoon, wij hebben een idee. Alleen dan niet denkend dat je dat gewoon ook aan meerdere mensen moet toetsen. Ja, maar is toch ook wel, is toch ook in de kern. En dat ja. Wat? Succes. Nee, succes. Want Groningen, de leegte van de tribunes is toch met succes te maken? Nee, helemaal niet. Helemaal. Twee jaar geleden nog de beker. Niet helemaal. Toch? Anderhalf jaar geleden speelden ze nog Europees voetbal. Vorig jaar play-offs gehaald. Sindsdien. Play-offs gehaald vorig jaar. Vrij veel kritiek op Faber, toch? Wat zeg je? Er is vrij veel kritiek op Faber. Ja, maar zal ik heel eerlijk zijn? Er was ook heel veel kritiek op Maaskant. En er was nog meer kritiek op Van der Looy die de beker pakte. Dus je kan het in Groningen ook niet heel goed doen, heel vaak. En sorry dat ik het zeg, het komt ook heel vaak door Nijland. Die het ook niet makkelijk maakt voor trainers. Want wat je ook vindt van der Looy, die pakt een beker. Die haalde voor mij twee keer de play-offs. Best knap met Groningen. En dan elke keer zegt, ja, het is wel saai. Ja, ik wil meer spektakel van mijn ploeg zien. Het is wel bizar dat wij daar gewoon in het begin van het seizoen waren. We die selectie zagen, die aanwinst en dachten van, ah, Groningen gaat echt wel op 5 voetballen. Dat is wel echt waar ik echt me in vergist heb. Groningen. Als ik zie wie zij gehaald hebben en met wie ze bezig waren. Maar ook Ron Jans daarachter, dan denk je ook van, nou, ervaren man die dat een beetje kan regelen. Ja. Absoluut met je eens. Nee, je zit zo te lachen. Nee, ik moest gewoon zelf lachen. Okay. Dat kan toch ook af en toe soms even. Zeker. Nou, Ajax PSV willen nog even wat mensen weten. Of Sparta, Vitesse, ja.
Sparta. Ik vind het heel moeilijk om naar Sparta te kijken. Denk je dat Pastoor er nog zit als hij deze verliest? Nee, ik denk het wel. Er zijn inmiddels zoveel adviseurs aangesteld in Rotterdam. Die gaat er niet uit. En dat het enige jammer wat ik van vind, na vorig jaar dat gesprek met Pastoor, wat heel mooi was, dat hij een visie had binnen 3 jaar een ploeg te bouwen, zeg maar, die Eredivisie waardig was met de kernwaarden van de club. Jeugdig talent, Nederlands en dat soort dingen. Ja, voor mij, je hebt meer kans bij Sparta als je een buitenlander bent. Zeg maar, geen Nederlands paspoort. Is natuurlijk ook niet waar. En het vijvertje van Robert Mures is ook niet zo groot wat dat betreft, denk ik. Nou ja, hoezo? Ik denk niet. Kijk, de Jupiler League is afgelopen seizoen echt leeggevist. Maar ook letterlijk leeggevist. Ja. Dat zit niet veel meer voor ze. Perschuus. En ze hebben gewoon. Hè? Ja, Perschuus. Perschuus. Maar ze hebben wat. Dus Sparta moet ook een beetje geluk hebben. Volgens mij ze hebben nu wel heel veel vraagtekens gehaald uit het buitenland. Het is absoluut niet goed door die buitenlanders te halen. Maar het is ook niet zo dat er een heleboel bij, hoe heet die instantie van Danny Hesp? Jij weet dat beter, denk ik. Dat je in de Super League best spelers kan halen voor Eredivisie. Ja, dat denk ik echt. Nu? Ja. Ja, of vorig jaar of het jaar daarvoor. Er lopen echt wel grote talenten, hoor. Ja, maar of spelers die echt kunnen. Dat zijn toch geen Sparta-spelers? Die hadden toch niet, als ze op tijd waren geweest, Cyril Dessus kunnen halen? Of Sander van der Streek kunnen halen? Hoezo niet? Hoe weet je hoe lang van der Streek al speelde bij Cambuur? Geen idee. Ja, die speelde echt al een paar jaar daar. Onder Maas al? Een niet-zeggende buitenlander. Ja, dat bedoel ik. Nee, maar dat... Die één jaar komt en daarna weer weg dan is. Dan ga je gewoon... Dat is een fout, dus we kunnen het misschien beter een beetje sparen. Maar ik denk niet dat er nu een heleboel interessante Nederlandse spelers zijn die zij kunnen bekostigen. Of die zij hadden kunnen aanschaffen. Denk ik niet. Jawel. Ik denk dat daarom moet je altijd het petje afnemen voor Excelsior. Excelsior kan bijna elk jaar 11 nieuwe spelers inpassen. Die allemaal categorie Sparta zouden moeten zijn. Dat weet ik niet goed genoeg, maar waar halen ze die vandaan? Van mijn gevoel uit Nederland. Ja. Die van Excelsior? Ja. Ja, maar volgens mij ook wel een beetje van Nederlanders die op een discutabel niveau in het buitenland het proberen. En zo contacten onderhouden. Laat ik het zo zeggen, bij Excelsior verdien je minder dan bij Sparta. Ja, precies. Dat is, maar zij halen bijvoorbeeld wel een goede spit. Een Mike van Duinen. Ja, tuurlijk. Dus het is wel een idee. Het is ook kopie. En nee? Ze hadden die buitenlanders niet moeten halen. Maar ik denk dat ze niet daadkrachtig genoeg geweest om aardige... Maar goed, nu zijn er inmiddels zoveel adviseurs bij de club. Ja, in de winterstop, er komen een paar transfers aan bij Sparta. Ajax, PSV, waar gaat Ajax mee spelen? Achterin willen mensen weten. Ja, 4-3 heeft hij al gezegd. Ja, maar wie? Ja, rechts, dat Veldman? Echt, Zeefuik, Veldman, De Ligt, Weber. Weber die gaat wel spelen, die gaat het wel halen, denk ik. Dus, maar hij heeft gewoon niet veel tot zijn beschikking. Dus ik zou het nog even afwachten, hoor. Want er zijn natuurlijk nu nog te veel twijfelgevallen. Waardoor ze, Weuber zit er pas net bij. En dan, dus het is allemaal een beetje zoeken. Zou nog kunnen veranderen in plaats van Zeefuik, Veldman, De Ligt, Weuber? Wie moet er wonderbaarlijk fit worden? Ik denk Orejuela, die heeft wel maandag gespeeld. Maar die heeft nog geen minuut in de competitie gemaakt. Daar zijn ze nog totaal niet. Hoe goed is hij? Ja, daar zijn ze... Dan moet je dus die FIFA Skill Games kijken. Daar heb ik nog niet heel veel goed. Ja, maar Niel, het is een profvoetballer, hè? En dus eigenlijk zou je dit moeten doen... Met ons? Nee, maar nadat iemand zegt van... ik heb een speler gezien in Colombia, is interessant voor ons. Dan zou je hem moeten laten invliegen, dan moet je hem dat spelletje laten doen... en dan moet je hem terugsturen. Wat deed hij dan? Ik heb hem niet gezien. Dat meen ik serieus, ze vliegt alle kanten op. Hij heeft niet één punt gehad. Het grappige is... Maar dat zet je dan toch niet uit? Het grappige is, toen ze hem haalden... Dat had hij net eigenlijk een zwak seizoen achter de rug, maar dat seizoen daarvoor, dus 2 jaar geleden, had hij een heel sterk seizoen. Ja. Dus hij zit nog een beetje misschien in die vormcrisis, heeft hij doorgetrokken. Maar goed, dat zou nog een optie kunnen zijn, maar je hebt gewoon niet zo heel veel opties achterin. Maar als hij 4-3-3 gaat spelen en hij wil echt met 4 verdedigers, ja, dat betekent dat een van de middenvelders de klos is. Geen Frenkie. Nou ja, waarschijnlijk. Bijzonder jammer zijn, maar... Hij gaat nooit 1-op-1 spelen tegen 4 aanvallers. En dat snap ik wel. Hij zal daar ook een verdedigende type tegen Pereiro moeten zetten. Nou, ik denk wel dat hij gewoon Schöne op Pereiro zet. Ja, precies. Maar die is meer verdedigend voor mijn gevoel dan Frenkie de Jong. Zonde misschien, voetballend gezien. Ja.
Nou goed, laten we even kijken wat... Pereiro in vorm zou ik liever Donny van der Beek tegenover zien dan Schöne, maar ja, het zei zo. Trouwens, de nieuwe aankoop van Ajax, willen mensen weten? Schuurs. Oh, Schuurs. En Bandé. Ja, Bandé, dat, zo, als je dat filmpje ziet, zie je hem op een gegeven moment om aanmaken. Maar nee, ja, het bizarre is dat hij natuurlijk pas een halfjaartje in België voetbalt. Hè? Maar weet je wat? Die een half jaar geleden had je die gewoon op kunnen pikken. Maar hij... Heb je die tweet gezien van KV Mechelen? Dat was ongeveer van... Ja, we hebben nu zo'n goede deal gedaan met Ajax. We kloppen onszelf even op een de boost. Complex, ja, maar... ze kunnen boodschappen doen. Zeker. Ja, ze je, hebben kijk... volgend jaar die twee tenues, zeven verschillende tenues. Nee, maar, maar je hebt zeg maar te maken met online de supporterscultuur, zeg maar, die allemaal wat vinden en dat soort dingen. Maar goed geïnformeerde mensen vanuit de Belgische voetbaljournalist, die zeggen dat... Dat kan zeg maar niet voor dat bedrag, want dat is een soort van het jaarbudget voor Mechelen. Ja. Je had het ook echt werkelijk voor de helft kunnen doen. Ja, maar het is de druk. Marcel Brands zat er op de tribune. Er zijn natuurlijk bij wedstrijden geweest waar ze... Die scouts komen allemaal elkaar tegen. Dus die zagen gewoon dezelfde KV Mechelen is een mooi clubje. En die achter de kazerne. Ja, man. Dat is prachtig. Mooi, heel mooi. Maar Younes weg dus. Die druk is er gewoon achter gekomen. Dat ze toeslaan. Maar heb je een tweet van Blanke Bogarde? Dat KV Mechelen heeft hem in een gastgezin geplaatst. Heeft hem echt, en dat is ook wel typisch. KV Mechelen is echt een mooi familieclubje. Werken goede mensen. En dat voel je dus inderdaad ook dat hij gewoon goed omarmd is. En Blanke Bogarde die heeft daar vaker volgens mij een puntje over gemaakt. Van hoe een buitenlander bij Ajax terechtkomt, ergens in een appartementje wordt gegooid. Ja, belangrijk man. Dat is zo onderschat dit, joh. Je van 19 jaar, man. 8 miljoen weg. Ja. Laat me zeggen, je kunt beter ook, je moet ook geld reserveren, dat je hem, als hij eenmaal hier is, perfecte begeleiding geeft. Ja. Op alle mogelijke manieren. Maar is dat wel interessant? Want jij zegt, Marcel Brands staat daar op de tribune en de druk, et cetera. Per Schuurs, ook PSV. Ja. Is Ajax, proberen die rechtstreeks een gevecht uit te vechten met PSV? Nee, maar ik denk dat je ook moet kijken naar... Er zijn gewoon twee, volgens mij, als je dat ook hoort over die Per Schuurs en... Hoe jij het mooi zegt. En dat ventje van Mechelen, waar je inderdaad goede dingen over hoort. Dan hebben ze toch gewoon een fantastische week gehad? Tuurlijk. En het is eigenlijk, eigenlijk altijd maar zeikbaar. Nee, daarom, best dat wel goed vind gedaan. Ik wel. Je kunt nu heel erg blijven zeiken van zoveel grote... Zeg knap. Ajax heeft waanzinnig veel geld. Dus laat ze het ook gewoon maar... daar ben ik het zo mee eens. Je had hem dadelijk gemist op een half miljoen. Waarom kiest Per Schuurs voor Ajax in plaats van PSV? Dat was jouw punt, toch? Nee. Niet waarvoor hij daarvoor kiest, maar omdat hij zei over die Bandé dat PSV daar aan het kijken was. Ja, en Per Schuurs was heel nadrukkelijk was PSV daarmee bezig. Dus is het op dit moment niet misschien een beetje PSV voor de neus wegkapen in plaats van... Nou ja, het is wel zo dat ze hebben duidelijk aangegeven bij die ledenvergadering van we gaan sneller handelen, we gaan sneller... Het Ajax van een paar jaar geleden had misschien met deze beide spelers... Even gewacht. En dan was hij weggekaapt en dan was het Ajax ook belangstelling. Die Charlison bijvoorbeeld wat misging. Oeh. En ze hebben nu zoiets, we gaan nu ook doorpakken. En dat vind ik een hele goede houding, want wij hebben kritiek. Ik weet niet hoe vaak ik dat wel gezegd heb. Dat die passieve houding van Ajax altijd in die transferperiodes. En aan het eind van de rit roepen, helaas het zat er niet in, we doen het met deze selectie. Dat probeer ze nu op een andere manier te doen. Ja, en als je zoveel geld hebt, dan mag... Ja, dat denk ik ook, dat dan kun je dat. Waarom kiezen zo'n Schuurs en Frenkie de Jong voor Ajax en niet voor PSV? Ja, kijk maar wat doorbreekt. Frenkie de Jong heeft het laten optekenen vandaag bij Bart, toch? Dat tijdens het gesprek, dat hebben we wel vaker gelezen, de Ajax-tactiek, dat hij in gesprek is en dat dan Bergkamp en Edwin van der Sar en Mark Overmars binnenkomen. Ik denk dat ze ook daar zeg maar de kans zien, eerder zien, perspectief eerder bij Ajax dan bij PSV. Maar ja, dat is ook natuurlijk wel, dat blijft ook natuurlijk een lastig punt met Frenkie de Jong. 20 jaar, nog niet zo heel veel minuten gemaakt. Want ja, bij Ajax maak je natuurlijk wel meer kans op speelminuten op die leeftijd dan in het Eindhoven. Op het moment dat jij jezelf fantastisch vindt, dan weet je dat je overal gaat spelen. Ja. Ja. Wel opmerkelijk dat... Ja. Ik geloof echt dat die softe dingen, weet je wel, inderdaad een Bergkamp die binnenkomt, dat inderdaad meespeelt. Ik denk salaris ook, want ik denk geloof dat de arbeidsvoorwaarden goed zijn. Ik had eerder naar PSV zien gaan, hoor. Los van hoe het allemaal is gelopen, ben ik benieuwd of waar Bazoen nu was geweest als hij die stap niet had gemaakt naar Ajax. Zo. Zou ze even zo aan het einde van het programma gewoon pas, leg die even neer. Deze nemen we mee als huiswerk. We zijn er begonnen. Deze nemen we mee als huiswerk. Komen we maandag op terug. Maar deze had je al een paar dagen of... Nee, absoluut. Schiet me net te binnen. Hij wordt wel gewoon s'nachts wakker en dan denkt hij, Bazoer. Nee, maar dat wat is hij nooit naar Ajax gegaan? Dat zijn natuurlijk wel goede vragen, ja. Ja, dat zijn hele goede vragen. Laten we even kijken. Laten we zonder antwoord afsluiten. We moesten er even wachten. Nee, we moeten nog naar de Toto. Ja, kijk. Dit is een goede, de special bet. Worden er meer of minder doelpunten gescoord dan 2,5?
Minder. Ja? Meer. 1-1. 1-1? Wat ja, een doelpunt of wat denk jij? Freek? Angstig. Ja, ik zou ook 1-1 zeggen, maar ja, dat denk ik. Nou ja, 2-2. Doelpunten Verstijn. Ja. Jij zegt 3-3? Verdedigend hebben ze allebei natuurlijk wel een beetje mankementen. Het loopt niet over van heel veel kwaliteit achterin. Ja. Ik ga voor meer. Ja. Ik ga met Jordi mee. Jan? 1-3. Ja, het antwoord was meer of minder. Ja, dat is meer. 4, ja, hè? Dank je. Ik denk 1. Als jij niet zo goed kan rekenen, maar 4 is meer dan 2-0. Dat je nou op de radio een uur de tijd krijgt, hier is het gewoon snel werken, Jan. Ik moet even aan wennen nog. Jongen. Nou, laten we even kijken naar jullie voorspelling van deze week. Kijk, lekker allemaal met elkaar eens. Pas. Nee. Jij, Willem 2? Ja, Willem 2 die zijn. Waarom hebben jullie eigenlijk NAC? Waar komt dat vandaan? Ik zag vandaag nee, tegen de raads. Ik heb dat hebben we gezien deze uitzending. Ja. Ja, jongen. Moeilijke fase in mijn leven, Niel. Als je advies dat wil, twee dochters. Dat is een ander programma. Twee dochters. Ik kan prima. Nee, ik heb zo'n gevoel dat Willem II, want die zitten best in een goede flow. Ja. En dat NAC daar gewoon ineens even tussendoor fietst of zo. Want het zijn wel bijzondere wedstrijden in Brabant, ja, hè? En hij is er weer en hij is weer terug. En NAC heeft hebben wel wat leuke spelers. Maar dat spitsenduel van Willem II vind ik wel mooi, hoor. Ook Betje en Sol. Dat als die hij werd er mee van leek in de chat. Want ook Betje die kopt die bal even binnen. Met ook Betje en Sol. Ook Betje Sol vind ik. Misschien nog onze chemie vandaag. Ja. Dat was hetgene waarom ik voor Willem II kwam. Nee, maar dat vind ik fantastisch. Want dat is wel echt. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Met die twee samen bij zo'n ploeg als Willem II. En hebben ze nu die vanaf links hangt. Hoe heet die? El Azouzi? Ja. Azouzi? Ja, El Azouzi is iemand. En dan rechts Tom Haaien die een beetje een vrije rol erachter hebben. Ja, dat is wel echt. Voor zo'n ploeg als Willem II. Vorige week ook het eerste half uur tegen Heracles was. Ja, dan zit je gewoon te kijken naar zo'n wedstrijd. En dan denk je, wat kijk je eigenlijk? Maar dat is fantastisch. En toch, NAC wint. Ja, oké, heel goed. En dan Manchester United. Je weer tegendraads. Ja, ik voel dat Guardiola. Ik hoop dat jij gelijk hebt trouwens. Ja, voor de Mourinho gaat Mourinho die gaat niet verliezen thuis. Nee? Ja, ik dat gevoel heb ik gewoon heel erg. Gewoon dat hij inderdaad die competitie heeft niet nodig en Mourinho zakelijk alles hoe je het bent of keert, maar het is gewoon een van de meest succesvolle coaches. Pep is zo niet. 11 punten, hè? Maar Pep is niet is geen Mourinho. Mourinho is wat 11 punten als City wint. Dan is de competitie klaar daar, toch? Is het nu het is nu 8. Ja, United moet wel winnen om iets in leven te houden. En dan kan de rest daarop meevaren, zeg maar. Als we dit een goed weekend hebben. Alleen ja, het is echt verschrikkelijk jammer van Pogba afgelopen week. Ja. Je kan hem niet anders dan rood geven, alleen kreeg hij nu, als het goed is voor mij, werd er een onderzoek gestart om meerdere wedstrijden te geven. Ja. En daar was ik het niet helemaal mee eens, omdat Bellerin natuurlijk zijn been wel was heel raar. Dat was ook Pogba die de twee weken daarvoor daar zich over had uitgesproken, toch? Over een overtreding en dat het nu een beetje backfired hem, zeg maar, door deze overtreding. Ja, hij staat gewoon vol in zijn kuit en dat is dan rood, maar het is jammer dat het zo uitkomt. Ja, zeker voor zo'n wedstrijd. Ja. Maar ja... Ik hoop United, maar... Ik hoop het ook, maar dat kan. Ja, op voorhand City heeft gewoon de betere papieren. En dan Ajax-PSV. Eén iemand denkt dat we een winnaar krijgen, en dat is Jordi Amali. Zeker. Is dat ook een beetje van... Als Ajax wint, heb ik persoonlijk een goed weekend. Als PSV goed wint, dan heb ik een goede toto. Nee, zit hij zo niet? Nee, ja, maar dat heb je, nee. Wij kennen iemand die dat zo doet, toch? Ja. We kunnen hem helaas niet bij naam noemen. Dat is de grootvriend van Jordi Amali. Arjen Bakker. Oh ja, Hero. Hij zet jij Hero. Luca, die zet onze nieuwe. Die heeft gewoon een naam, hè? Ja, jij Hero. Maar die zet dus elke week in op Feyenoord, of tegen Feyenoord. Hey, als Feyenoord wint, heb ik geld. Je moet even halen. Niemand hoort wat hij zegt. Als Feyenoord wint, dan heb ik geld. Als Feyenoord verliest, heb ik toch wel een topweekend. Ja. Nou ja, dat is ook een instelling. Nou, een vriend van ons ook? Nee, maar jongens, kom op. Nee, maar... Ik vind dat hij toch gewoon winnen. Ja, het is... Ik denk ook gewoon een 1-1. Ja? Denk je ook, hè? Wat denk jij, Pieter? Wordt het een boeiend gevecht? Nee. Ga je erheen? Gaat Siem de Jong scoren? Nee, dat denk ik dus wel. Ik denk wel dat... Want als hij invalt, dan... Ajax moet... Ze moeten winnen. Zo grappig zijn. Ajax heeft aan de gelijk spel, dus niks. Dus ik denk dat het daarom wel boeiend wordt. Ja, maar Ajax heeft dus helemaal geen plan. Nee, dat is waar. Maar het wordt wel het is niet zo topper dat ze in de 70ste minuut, laten we zeggen, beide zoiets hebben van we mogen. Nee, maar het is wel door het gebrek aan plan. Zijn er een paar mensen die gaan beslissen bij Ajax van
we moeten nu iets doen. En die gaan dat interview daar, doen. En daarom lopen ze in het mes. En daarom gaat PSV winnen. Ja, precies. Want daar is precies wat PSV kan prikken. Nee, en daarom blijft het een beetje onbeslist. Want PSV is ook niet een ploeg die echt doorpakt. Nee, die gaan niet doorpakken een paar wedstrijden voor. Nee, maar dat is jullie trainer. Die weet niet hoe snel die een spits moet wisselen als hij voorkomt. Mijn trainer is Wil Boessen. FC Den Bosch. Maar inderdaad, Cocu gaat geen risico nemen, denk ik. Nee. Ja, voor hun is het vergelijkspel prima natuurlijk. Is dat nieuw? Dat is Mark Neven. Ondertussen staat Nederland met 18-10 voor bij het handbal. Nee, meer. Ja, is het dan ik zie hem ook eerst. Ja. Mark Neven, van Ziggo Sport. Ik ken hem helemaal niet, maar ik zie hem steeds vaker bij voetbal. Jazeker, zeer goede verslag. Heel knap, Duitsland. Maar 18-10 voor tegen het gastland, Duitsland. Hartstikke leuk. Is dat knap? Ja. Wie is knap? Nee, is dat knap? Oh. Deze twee niet bijzonder. Nee. En daarna is UFC, hè? Dit weekend, UFC. Zeker. Wie? geen idee, maar Glory weet ik wel. Succes nog, gefeliciteerd met je pilot. Ja, dankjewel. Vechtersbazen. Heb je dat gezien? Als onze kijkers... Jij hebt niet zo met vechtsport, hè? Nee, daar heb ik helemaal niks van. Dinsdag heeft hij een pilot opgenomen met Big Mike. Mike Passenier, de bekendste vechtsportcoach van Nederland. Dennis. Ah, ja. Toch? Ja, qua naam denk ik dat Tom Haring is. Maar in ieder geval bij het nieuwe publiek is het Mike wel. Ja. En die deed een quote dat Badr Hari en Rico Verhoeven weer tegen elkaar gaan vechten. Ja. Dit weekend eerst moet Rico maar eens zien te winnen van Bezzedik. Dus morgen. Ja. Maar liefst 5 keer de kijkcijfers van JLO had je met je pilot. 10 toch? 10 keer? Ja, dat was 5000. Oh, dinsdag weer, Fef? Dinsdag weer. Met Yusri. En ik hoop dat hij zijn belt meeneemt. Want hij heeft titelgevecht bij Glory morgen in Rotterdam. En als hij wint, neemt hij mee. En als hij verliest, ja, sportief genoeg om dan alsnog te komen. Klasse, Jordi. Waar verheug je nou meer op? Hierop of op FC Buitenland? Jeetje, Jordi! Afhankelijk van het resultaat van Galatasaray. Tegen? Thuis tegen Akisar. Dat zou je moeten winnen, zou ik zeggen, maar dat weet je dit seizoen gewoon niet. Nee, dat beïnvloedt wel meestal hoe ik me maak. Jan, waar verheug jij het meest op? Werken voor Opta of voor langs de lijn? Langs de lijn. Want? Ja, we gaan Ajax PSV onder de loep nemen. Dat wordt natuurlijk een feest. Leuk. Mooi. Heb je al een leuk feitje? Nee, dat komt allemaal zondagavond. 10 en 11 op. Ik heb natuurlijk moeten vragen, wat vind je leuker? Eindredacteur zijn van alles mag op maandag of bij langs de lijn. Wat zou je dan zeggen? Op maandag heb ik meer vrijheid. En ik ben een man van de vrijheid. Maandag. Okay. Leuk. Goed gedaan de eerste keer als eindredacteur. Jij ook? Ja, ik was geen eindredacteur. Nee, maar als presentator. Maurits? Ja. Oké, leuk dat je er nog bent. Leuk dat je nog wakker bent. Welke wedstrijd naast Twente ADO verheug je het meest? PSV Ajax. Ajax PSV. Oké, heel goed. Hier hetzelfde aan tafel? Ja. Jawel, maar van Utrecht Feyenoord ook wel. Utrecht Feyenoord, ja. Is leuk. Gala. Nak ook leuk. Ja. En Man. Man United, Man City. Kortom, genoeg om te zien. Wij zijn er zondag weer om 8 uur. Graag tot dan.